Ja, goedenavond allemaal. Bij deze ook officieel welkom bij onze masterclass van vanavond. Een masterclass van ZBVO, Zorg en Behandeling voor Ouderen. En vanavond is het onderwerp van de masterclass Praten is vooral doen, ook over het levenseinde. En we gaan dus met elkaar vanavond kijken naar het levenseinde en het praten daarover. Mijn naam is Bas ter Brugge. Ik ben specialist ouderengeneeskunde in opleiding en ik zal vanavond jullie gastheer zijn. We gaan zo meteen beginnen met een voorafje van Lotte Voets. Zij is specialist ouderengeneeskunde. En Lotte gaat ons meenemen in de introductie in de palliatieve zorg. Daarna gaan we over naar Rob Bruntink en Margot Verkuijden. Rob Bruntink is expert journalist op het gebied van het levenseinde. En Margot Verkuijden werkt als specialist ouderengeneeskunde, kaderarts palliatieve zorg en werkt ook directeur van het hospice. En vanuit die functie gaan zij wat vertellen dus over de inhoud, praten over het levenseinde. Nou, dat doen zij in het eerste deel tot 8:30. Dan gaan we even kort met pauze. En daarna komen we terug voor het tweede deel. En daarna hebben we ook nog een plek, een digitaal café, om al je vragen te stellen die nog niet aan bod zijn. Dat is hoe het programma voor vanavond eruit ziet. Voor jullie in beeld zien jullie al de leerdoelen. De belemmeringen, daar gaan we het over hebben. Dus waar loop je tegenaan? Nou, vervolgens, op welk moment en bij welke patiënt zijn dan die gesprekken aan de orde? Welke onderwerpen bespreek je met een patiënt als het gaat over het levenseinde? Hoe doe je dat dan? Het scenario denken komt daarin terug. Aan het einde hopen we dat jullie nog wat tips en tricks krijgen die je ook zelf kan toepassen vervolgens in die levenseinde gesprekken. Nou, dat zijn dus de leerdoelen die vandaag aan bod komen. En dan gaan we nu over naar Lotte, die ons een introductie gaat geven in de palliatieve zorg. Lotte, het woord is aan jou. Ja, dankjewel Bas. Nou, welkom deze avond. Mijn naam is Lotte Voets. Ik ben specialist ouderengeneeskunde in Tilburg en in Goorle. Ik doe op dit moment de Master Palliative Care en het Cicely Saunders Instituut in Londen aan King's College. En ik ben me wat gaan verdiepen in Cicely Saunders. En waarom ik jullie daar iets over wil vertellen, niet alleen omdat het denk ik een mooie amuse is voor het menu wat jullie dadelijk van Rob en van Margot krijgen, maar vooral wil ik eigenlijk jullie eventjes wat meenemen in de geschiedenis van de palliatieve zorg en vervolgens eens zelf laten nadenken over wat is nou mijn eigen inspiratie in deze zorg. En waar ik jullie even in mee wil nemen is het eerste is dat Cicely Saunders een visie had. En het tweede is dat zij om zich heen keek en een behoefte zag. En zij heeft die gecombineerd met elkaar. En ik zou jullie een klein beetje daarin willen meenemen, maar niet voordat we een snelle tijdreis door de hospicezorg in Europa hebben gemaakt. Klik. Want uiteindelijk is iedereen wat een kind van zijn eigen tijd. En wij zijn met z'n allen over het algemeen in Europa opgegroeid. En de hospicezorg kent zijn vroege begin in de middeleeuwen. De oudste pelgrimshospices staan aan de pelgrimstocht naar Santiago de Compostela. Die ziet u in de linkerfoto in Navarra in Spanje. En dat is oorspronkelijk een Benedictijner klooster, maar daar zit tegelijkertijd ook een universiteit aan verbonden. Aan de rechterfoto ziet u het Hotel Dieu in Beaune in Frankrijk. En die is in 1459 gesticht. En heeft tot nog niet zo heel lang geleden gratis zorg verleend aan mensen die dat nodig hadden. Deze is opgericht vooral voor oudere patiënten, invaliden, wezen, zwangere vrouwen en arme mensen. En uiteindelijk het interessante was dat zij het kloosterleven combineerde met de zorg voor zieken. En dat kwam uiteindelijk voort vanuit het idee dat in die patiënt God zichtbaar was. In het christendom daarvoor was het eigenlijk niet zo logisch altijd om met zieken om te gaan, want goed, ziekte kon ook besmettelijk zijn. Maar juist in het christendom kan God zich presenteren in die zieken. Dus het zorgen voor de zieken is ook een dienst aan God. Dus daar zie je eigenlijk het eerste begin van de zorg voor de zieken. Met name dus aan pelgrimstochten, maar ook aan de paden die naar het Heilig Land, ofwel de kruisvaarders, zijn gelegen. Een tijd lang is dat de belangrijkste zorg voor de zieken zoals we die in Europa kennen.
Toch ontwikkelt zich dan rond de 19e eeuw eigenlijk bijna gelijktijdig op drie plekken een nieuwe soort spiritualiteit, waarbij eigenlijk zowel de ziekenzorg als een soort religieus leven met elkaar gecombineerd worden. Daarin zie je links mevrouw Garnier, die zit in Frankrijk. En zij heeft dan de Association des Dames du Calvaire. En zij sticht een hospice in Lyon. Later zal dat verder uitbreiden. In het midden zie je Mary Aikenhead. En zij heeft de Congregatie van de Religieuze Zusters voor de Liefde opgericht. En ook met name aandacht voor de zorg voor ouderen en zieken. Zij begint dan in Dublin en dat verspreidt zich later onder andere naar Australië en het Verenigd Koninkrijk. Een belangrijke link daarvan is onder andere het St. Joseph's Hospice. En daar kom ik zo op terug, want daar heeft onder andere Cicely Saunders gewerkt. Helemaal rechts ziet u in Amerika een vergelijkbare ontwikkeling met de Dominicanisse Hawthorne. En die sticht het St. Rose of Lima's Hospice in Lower Manhattan en verspreidt zich later over de rest van Amerika. Belangrijk is dat zij daarbij echt de zorg, de concrete ziekenzorg voor de armen, de zieken of voor degenen die zij in hun omgeving zien, die de nood hebben aan vooral verzorging en verpleegkundige zorg. Wat je ziet is ook echt een professionalisering van het verpleegkundige domein. Volgende. Ik noemde net al eventjes dat in het St. Joseph's Hospice, waar Cicely Saunders een tijd werkt, dat is uiteindelijk de bron waar zij onder andere mee in contact komt. Cicely Saunders wordt geboren in 1918 en is vrij oud geworden. In 2005 is ze overleden. In het begin is zij maatschappelijk werkster. Belangrijk is in 1948, ik herhaal 1948, werkt zij in het St. Thomas Hospital als verpleegkundige. Zij heeft dan een goed contact met een van de patiënten daar, een Poolse meneer, David Tasma. En hij laat haar een erfenis na van £500, want ze heeft met hem gesproken over wat haar visie, haar droom is van het hospice. In het werken in het ziekenhuis ziet zij namelijk verschillende dingen gebeuren. Ze ziet soms dat er heel erg bijna een beetje praktisch medisch gekeken wordt naar de patiënten en vooral naar het lichamelijke. En zij ontwikkelt daar een visie over. Zij spreekt ook met deze man daarover en hij zegt: ik wil dat jij met dit geld een hospice gaat maken. Ik wil dat je droom na gaat leven. Uiteindelijk zal dat 20 jaar later pas tot realisatie komen. En zij besluit vanuit haar achtergrond van maatschappelijk werkster, werkend als verpleegkundige, uiteindelijk gaat ze ook geneeskunde studeren. En werkt dan onder andere in het St. Joseph's Hospice in Londen. Ik ben de afgelopen jaar geweest. Het is een heel sober, maar wel heel mooi hospice. Met een grote kapel daarin. En je ziet dat daar echt de samenwerking tussen deze kloosterzusters die daar gewerkt hebben en het verpleeghuis bij elkaar eigenlijk zitten. En vanuit die inspiratie gaat zij uiteindelijk nadenken. Want zij mist, hoewel er ontzettend veel liefdevolle zorg geleverd wordt door de zusters, ziet ze dat er ook nog wel een vertalingsslag mist naar een medisch onderbouwde palliatieve zorg. Volgende. En uiteindelijk zal ze in 1967 het St. Christopher's Hospice in Londen openen. Daar zie je een foto van. Het bijzondere is dat ook dat hele pand is ontwikkeld vanuit een visie. Onder andere hier zie je de ramen die volgens een bepaalde hoek zijn gemaakt. En dat is eigenlijk ook om te zorgen dat er heel veel licht in het pand komt. Ik geloof dat het de noordzijde is, dus het nooit echt helemaal het licht alleen maar naar binnen valt. Maar je ziet dat er ze heeft voor al die kleine details heeft ze aandacht. Belangrijk is dat ze dus zowel eigenlijk de liefdevolle zorg die ze gezien heeft bij de zusters meeneemt en tegelijkertijd haar geneeskundige achtergrond daarmee verenigt. De volgende slide zal ik wat meer zeggen over haar missie. Hier zie je haar met een van haar patiënten in de hospice.
mag naar de volgende. Want uiteindelijk is zij geraakt. Zij beschrijft zichzelf als christelijk en geeft aan dat zij... Dit is haar visie, zoals ze die verwoordt. Lijden is alleen ondraaglijk als het niemand iets kan schelen. Men ziet voortdurend dat geloof in God en zijn zorg oneindig veel makkelijker wordt gemaakt door geloof in iemand die vriendelijkheid en medeleven heeft getoond. Dus wat ze eigenlijk zegt is, de manier waarop wij onze zorg aanbieden aan de patiënt, laat iets van die hoop zien. En maakt ook dat mensen met meer vertrouwen, met meer geloof, ook dat traject kunnen dragen. En wat mijzelf erg treft is die eerste zin, dat lijden is alleen ondraaglijk als het niemand iets kan schelen. En ik denk dat is echt wel een kern van hoe wij ook onze zorg mogen bieden. Hè? Dat mensen mogen ervaren dat we om hen geven. Gaan we naar de volgende. Uiteindelijk resulteert deze missie die ze eigenlijk in haar hart voelt, ook in een visie. Zij ziet om zich heen hoe dingen gaan en hoe dingen misschien beter zouden kunnen. En een paar dingen daarvan, dus haal ik er eventjes tussenuit. Een van haar citaten die zij beschrijft is: je doet ertoe omdat jij bent. Je bent belangrijk tot het laatste moment van je leven. En we zullen er alles aan doen, niet alleen om je te helpen vreedzaam te sterven, maar ook om te leven tot je sterft. En ik denk dat dat heel erg mooi uitdrukt dat ze in iedere persoon een waardevol iemand zag. Ja, waar ze alles voor wilde doen en niet alleen richting het sterven, maar juist het leven naar voren te halen. En de volgende. Dit is een belangrijke slide voor allen die graag een accreditatiepunt willen halen. Er zijn 4 verschillende soorten pijn die zij onderscheidt. En bedenk even dat vanuit haar achtergrond op dat moment vooral het fysieke op de voorgrond staat. Terwijl zij onderscheidt op een gegeven moment ook de andere dimensies van ons mens zijn. Fysieke pijn wordt vaak gekenmerkt door de onderliggende ziekte, de gevolgen van een behandeling of bijkomende ziektebeelden zoals comorbiditeit. Maar zij onderscheidt ook de psychologische pijn, de depressie, de angst. Angst voor het lijden wat nog gaat komen. Of negatieve ervaringen die mensen in hun leven hebben gehad. Toch zegt ze maar wij zijn niet alleen maar ons eigen mens. Wij staan ook in relatie tot andere mensen. En dat geeft ons ook betekenis. Dus als we onze rol verliezen, onze status verliezen, onze baan kwijtraken, dat is ook een verlieservaring. Dat kan ook pijn geven. Of zorgen om nabestaanden of misschien wel financiële zorgen. Zorgen om afhankelijk te worden en eenzaamheid. Ik denk dat vooral ook die laatste twee, die zien we tegenwoordig misschien wel vaker dan ons lief is. En daarnaast onderscheidt zij een spirituele pijn. En dat is ik tot het hogere, het grotere. Datgene wat mij overstijgt. Wat men soms wel eens het transcendente noemt. Datgene wat groter is dan ik. Ik in relatie tot de wereldgeschiedenis. Tot wat heb ik bereikt. Tot wat heb ik betekend. Maar ook gewoon de relatie tot God voor mensen die gelovig zijn. Soms kan het geloof verloren raken. Of dat men denkt dat contact kwijtraakt. Of juist dat men denkt van wat heeft het allemaal voor betekenis gehad? Wat was het allemaal? Wat had het voor zin? Angst voor het onbekende. En zoals ik net al zei, boosheid op God, een godheid of op het lot. En nu heb ik ze zo mooi naast elkaar gezet, maar meestal werkt ons menselijk lichaam, onze menselijke persoon werkt niet zo. Die staan continu met elkaar in verbinding. En juist wat zij omschrijft als het concept van de totale pijn, is dat deze 4 dimensies op elkaar inwerken en uiteindelijk tot de pijn resulteren. Dat kan betekenen dat iemand die misschien nog niet eens zoveel lichamelijk onderliggende pijn heeft, uiteindelijk in combinatie met eenzaamheid misschien wel veel meer pijn ervaart.
Gaan we naar de volgende slide. Vanuit haar achtergrond ziet zij dat er eigenlijk zo'n paar elementen zijn. En zeker in de tijd dat zij in de oudere of in de stervensfase aan de slag gaat en werkzaam is. Zij merkt dat er eigenlijk onvoldoende kennis is van het stervensproces. Dus ze vindt, er moet meer onderzoek gebeuren. Vandaaruit de opleiding zoals ik die nu aan het doen ben. Het tweede is dat de kennis die vergaard is, moet ook onderricht worden. Die behoefte zag ze. Dat is het onderwijs waarvan ze zegt. Dat moet gegeven worden. Om uiteindelijk te resulteren in de excellente zorg aan bed. Zoals je de foto ziet, dat is het Cicely Saunders Instituut. Volgende slide. Dus ik wil eigenlijk iedereen met drie verwondervragen eigenlijk aan het werk zetten. Denk er maar eens over na. Je hoeft ze nu niet te beantwoorden. Op een bepaalde manier. Waartoe ben jij op aarde? Wat geeft jou die betekenis? Het tweede. Wat motiveert jou in je werk? En daarnaast, waar zie jij een behoefte liggen die je met elkaar kan combineren? Graag wil ik je daartoe uitnodigen om daar eens over na te denken. Want daardoor ontstaan de mooiste ideeën. Laatste slide. Dus al met al, ik zou zeggen, durf te dromen, maar vooral te gaan doen. Ja, dankjewel Lotte voor deze prachtige introductie in de palliatieve zorg en het concept Total Pain ook, wat je zo mooi verwoordt. Graag gedaan. Dit is een mooie opmaat naar Rob en Margot. Ik wil jullie graag het woord geven voor ook het verder inhoudelijke deel van deze masterclass nu. Dat is goed, dankjewel Bas. Ik hoop dat jullie nou inmiddels de slide zien, althans de eerste pagina van de presentatie met ook de titel erin. Dankjewel voor de introductie, Lotte, ook. Ik heb een overzichtje gemaakt van wat we in ieder geval in de komende ongeveer 2 uur, wat we zoal gaan doen. Margot zal zo meteen een verhaal vertellen over haar moeder. En de moraal van dat verhaal is vooral dat praten begint met luisteren. En voor de pauze gaan we dan ook nog in op de vraag die we, als het goed is, allemaal vooraf toegestuurd hebben gekregen. Van hoe kunnen we het praten over het levenseinde nog moeilijker maken? Misschien een beetje een vreemde vraag, juist bij een masterclass, waarin we het gaan hebben over hoe we het praten over de dood kunnen toepassen in de praktijk. Maar we zullen zien dat we daar wel lering uit kunnen trekken. En wat is het goede moment om erover te beginnen? Is een item dat we voor de pauze nog aan de orde stellen. Met welke patiëntengroepen kunnen we dat beter doen en waarover kunnen die gesprekken gaan? Als het goed is, is het dan ongeveer 9:05. Dan is het tijd voor de pauze. En na de pauze gaan we verder met name met de vraag hoe we die levenseindige gesprekken kunnen gaan voeren. We gaan wat methodieken bespreken met elkaar. En onderdeel daarvan is onder meer ook een aantal gouden vragen en voorbeeldvragen. En we bespreken ook een van de grootste dilemma's die in de praktijk kunnen voorkomen. Dat is als er verschillende behoeftes bestaan bij bijvoorbeeld patiënt en naaste enerzijds en de dokter anderzijds of omgekeerd. Trouwens, dokter kan ook zorgprofessional in het algemeen zijn. Of een dilemma wat ook in de praktijk vaak voorkomt, is dat je binnen een systeem bijvoorbeeld merkt dat de patiënt wel graag over de toekomst wil praten en de partner niet, of omgekeerd. Daar gaan we ook een aantal oplossingsrichtingen voor aangeven. De slide in het begin liet al zien dat we vooral erg van het actieve zijn. We willen mensen in beweging brengen, het liefst vanaf morgen al. Dus daar zullen we zeker bij stil gaan staan. Aan het slot richting het digitale café of richting zeg maar het interactieve deel, waarbij we in breakout rooms in gesprek kunnen gaan met Margot of met mij. En er zal ook nog een afronding zijn met een toetje, zoals we dat genoemd hebben. Een toetje, eigenlijk een soort van cadeautje mag ik wel zeggen. Dat is een behoorlijk bestand, een document met allerlei praktische hulpmiddelen om het praten over het levenseinde met ingang van morgen al meteen in de praktijk toe te passen op een manier die u misschien tot dusverre nog niet gewend was om te doen. Ik wijs jullie ook nog even op datgene wat Bas net ook al zei, voor de mensen die hier accreditatiepunten mee willen scoren.
Let vooral goed op. Blijf niet al te passief achteroverleunend naar deze masterclass kijken. Want ik heb de posttoetsvragen gezien. En ik moet eerlijk zeggen, nou, ze waren niet allemaal even makkelijk. Dus schrijf gewoon een beetje mee of typ mee. Luister goed. Doe in ieder geval één van die dingen. En dan kan het al niet misgaan, denk ik, in de posttoetsvragen. Ik geef nu het woord aan Mago. Ja, dankjewel Rob. Het begint met luisteren. Ik heb een paar jaar geleden blog geschreven over wat ik met mijn moeder meemaakte. En die blog die wil ik met jullie delen. En die heet Het begint met luisteren. Ze was 83 jaar en al enkele jaren weduwe. Haar man had een CVA gehad en was plotseling overleden. En vanaf haar 16e was ze samen met hem geweest. En na zijn overlijden probeerde ze overeind te blijven. En nog een jaar later kreeg haar zoon ook een CVA. En het was maar de vraag of hij het zou overleven. En haar wereld stortte opnieuw in. Haar zoon oefende en oefende en oefende, totdat hij maanden later weer naar huis kon. En zij probeerde overeind te blijven. Tot vorig jaar. De vriendin van haar zoon ging bij hem weg. En dat brak haar hart. En ze veranderde van een gezonde, zelfstandige vrouw in een kwetsbare, oude dame. Ze viel af, at en dronk steeds slechter. Ze liep steeds slechter en ze viel. Ze durfde niet meer te fietsen. Ze werd een beetje vergeetachtig. Ze was angstig en verdrietig. En haar wereld werd steeds kleiner. En toen belandde ze op de eerste harthulp. Ik had haar daar naartoe gebracht. En tegen de arts vertelde ik wat ik de afgelopen maanden bij haar had gezien. En hoe ontredderd ik haar die ochtend had aangetroffen. En dat ik al zo vaak bij de huisarts aan de bel had getrokken. En dat deze steeds achter de feiten aanhobbelde. En toen vroeg de arts aan haar: heeft u er wel eens over nagedacht of u gereanimeerd wil worden? En ze zei: ik wil nog wel een poosje mee. En ik snapte wel waarom dat ze dat zei. Ze was benauwd en bang. En ze begreep niet precies waar het over ging. Het werd ook niet uitgelegd. Vooruitzichten werden niet genoemd. En ik probeerde aan te vullen, uit te leggen met woorden die zij begreep en met voorbeelden die zij kende. En toen zei ze: dat is wel heel moeilijk om daar nou iets over te zeggen. En mijn voorstel was op dat moment om het besluit aan de dokter over te laten. En dat vond ze een goed plan. En tot mijn verbazing zei de arts dat er geen enkele medische reden was om niet te reanimeren. En ik vroeg me af, had deze arts wel geluisterd? 2 weken opname op de cardiologie volgden. De benauwdheid verbeterde, maar verder knapte ze niet op. Ze bleef slecht eten. Ze bleef angstig en verdrietig. En ze kon maar met moeite een heel klein stukje lopen. In een gesprek met de arts en de verpleegkundige vroeg ik wat te verwachten was. Zou ze nog opknappen? Zou de situatie stabiel blijven? Of moesten we niet verbaasd zijn als ze binnen nu en niet al te lange termijn zou komen te overlijden? Percentages konden echter niet gegeven worden, zei de arts, die zichtbaar schrok van mijn vraag. Ik vroeg niet naar percentages en ik deed nog een poging. Wat moest ik als dochter tegen haar zeggen? Goed oefenen, mam, en eten tegen heug en meug, dan komt alles goed. Of misschien kijk per dag wat lukt. Probeer te genieten van je kleinkinderen. En misschien moeten we ons gaan voorbereiden op het einde. En er volgde een technisch verhaal over rate control. Maar een antwoord op mijn vragen is nooit gekomen. Regelmatig spreek ik over advanced care planning. Een proces waarbij de patiënt met zijn behandelend arts, hulpverleners, zijn wensen, doelen en voorkeuren voor zorg en behandeling rond het levenseinde bespreekt en eventueel vastlegt. Vooruitlopend op het moment dat de patiënt zelf niet meer in staat is om hierover te beslissen. En ik vind het een belangrijk onderwerp. Omdat ik in de dagelijkse praktijk zo vaak zie dat we als hulpverleners achter de trein aan hobbelen. En niet in staat blijken de juiste zorg op de juiste plek
op het juiste tijdstip te bieden bij mensen in die laatste levensfase. Omdat ik zie dat mensen dan slecht zijn voorbereid op wat gaat komen, op wat kan komen. Omdat ik ervaar dat tijdig praten over dat levenseinde vaak rust geeft. Spreken over behandelbeperkingen, zoals zo'n niet-reanimeerbesluit, is een onderdeel van advanced care planning. Advanced care planning begint met luisteren en het stellen van de juiste vragen. Bijvoorbeeld, wat is voor u belangrijk? Wat maakt het leven voor u de moeite waard? Waar hoopt u op? Of misschien waar bent u bang voor? Kortom, het begint helemaal niet met stellen van doktersvragen. Ik ben nu bijna 30 jaar fulltime specialist ouderengeneeskunde. En in heel mijn carrière heb ik bij alle ouderen, en dat zijn er echt ontzettend veel geweest, alle ouderen waar ik voor zorgde, heb ik nog nooit een hartstilstand meegemaakt. En ik vraag me dus in toenemende mate af waarom zoveel dokters vaak als eerste het al dan niet reanimeren willen bespreken. Waarom niet eerst vragen naar wensen, naar doelen, naar verwachtingen in het leven van de ouderen en dan ook echt luisteren. Ze ging naar huis en ze werd 84 en ze ging verder achteruit en ze merkte heus wel dat het kaarsje langzaam uitging. Kansen om het gesprek te openen over hoe ze zich het levenseinde voorstelde, die lagen voor het oprapen, maar geen enkele hulpverlener pakte die. En zelfs over reanimeren werd nooit meer gesproken. En het wel reanimeerbesluit werd ook nooit meer herzien. Ik haak hierop aan. Ja, dat is inderdaad een treurvolle casus die Margot hier vertelt. En je zou bijna hopen dat de zorgprofessionals die bij je moeder betrokken zijn, dat die nu zich hebben aangesloten voor deze masterclass. Maar ja, dat is maar even afwachten. Want inderdaad, de vragen die Margot noemde in de casus was, wat is nu belangrijk voor u? Of waar hoopt u nog op? Of wat zijn uw verwachtingen over de laatste levensfase? Dat zijn zeer belangrijke vragen als het gaat om het kijken naar de toekomst en ook met name naar de rol van het levenseinde in die toekomst. Toch zijn we in Nederland over het algemeen nog niet zo gewend om al dat soort gesprekken te voeren. Dat vroegtijdige praten over het levenseinde is niet zo gebruikelijk. En dat is echt ontzettend jammer, want ik kan een legio aantal voordelen noemen. Voordelen zowel voor de patiënten en de naasten als ook voor de zorgprofessionals. Redenen waarom het goed is om dat vroegtijdige praten wel in de praktijk toe te passen. En een van de meest belangrijke eigenlijk in het geheel is dat het absoluut voor verbinding zorgt tussen twee mensen. Ik zeg wel ook wel eens gekscherend dat er eigenlijk geen intiemere onderwerpen zijn om over te praten, twee mensen tussen elkaar, dan de onderwerpen die de dood of die het levenseinde van één van tweeën raakt. Je kunt eigenlijk nauwelijks over het aanstaande sterven of de toekomstige overlijden van één van de twee praten zonder dat je je kwetsbaar opstelt. En juist in het opstellen van jezelf als kwetsbare mens, daarin leg je ook verbinding met de ander. En nou ja, ik heb via workshops en via allerlei manieren, ook als vrijwilliger in een hospice, ik heb denk ik met vele honderden mensen ondertussen gesproken over de dood. En ik heb er nog nooit eentje ontmoet die me achteraf zei dat hij er spijt van had. Dus ja, je kunt ook niet zo heel erg snel fout doen, denk ik, in het praten over de toekomst. Wat voor zorgverleners vooral van belang is om vroegtijdig in gesprek te raken met patiënten en naasten, vooral met patiënten, maar evengoed met naasten, om over die toekomst te praten, is dat het crisissituaties kan helpen voorkomen, dat het mensen kan helpen bij het maken van keuzes en dat het ook kan helpen bij het realiseren van wensen. De meeste zorgprofessionals willen natuurlijk het liefst de zorg verlenen die ook aansluit bij de wensen, de verwachtingen en de behoeften van de patiënten. En dat lukt maar op één manier. En dat is namelijk door ze te vragen naar die wensen, verwachtingen en behoeftes. Dus je moet gewoon met patiënten in gesprek gaan om kwalitatief goede zorg te verlenen. En
Als je dat doet, of als je patiënt en naasten kunt stimuleren om dat met elkaar te doen, dan zul je ook merken dat een ander aspect van die zinvolle kanten van praten over het levenseinde is, dat het mensen kan helpen om op een goede manier afscheid te nemen. Of in ieder geval op een manier afscheid te nemen die bij de mogelijkheden past die zij nog hebben, gezien de tijd die misschien nog resteert. En wat daarbij ook meespeelt, is dat het ook de kans op unfinished business, de onafgemaakte zaken, dat het ook de kans daarop verkleint. Wat ik zei, ik heb ook in hospice gewerkt. Ik heb ook als vrijwilliger bij mensen thuis gewerkt. En ik heb in die periode ook wel eens een beetje de wat lompe gedachten misschien gehad van, goh, het lijkt net alsof er geen normale families meer bestaan. Want overal lijken wel vetes te zijn. Overal is wel eens ergens tussen een broer en een zus of tussen twee kinderen is bonje. En dat zie je vaak ook in de laatste weken, laatste maanden, zie je dat ook terug. En in dat geheel is er ook het risico dat bepaalde dingen toch niet gezegd worden die misschien wel achteraf gezien gezegd hadden moeten worden. En hoe vroeger je dus begint over het praten over die toekomst, de toekomst waarin ook het levenseinde aan de orde is, hoe kleiner de kans dat je ook die onafgemaakte zaken mee het graf in neemt. Dus dat is ook een belangrijke reden om vroegtijdig over het levenseinde te beginnen te praten. Maar gewoon noem het al, het geeft rust en dat kan op allerlei aspecten betrekking hebben. Het kan gaan over dingen die nog meegegeven moeten worden, bepaalde levenslessen bijvoorbeeld. Het kan ook om het regelen van het digitale nalatenschap gaan. Het kan gaan om uitvaarten vastleggen. Hele praktische zaken, maar ook zaken van wat existentiëlere aard. Het is goed om op die manieren ook dat voordeel te benoemen. En last but not least, het resterende leven, hoe lang het misschien ook nog duurt, kan meer betekenis krijgen als je met elkaar dat intieme gesprek aangaat over alles wat te maken heeft met het levenseinde. Dus dit even als een opstapje. Waarom is vroegtijdig praten over het levenseinde zo zinvol? En vervolgens gaan we over naar de vraag die ook gesteld werd in een mail die jullie voorafgaand aan deze masterclass hebben gekregen. Hoe kun je dat praten over het levenseinde eigenlijk nog moeilijker maken? En ik zou graag van een aantal mensen willen horen wat zij hierop bedacht hebben. En misschien ziet Bas al wel wat zaken in de chat verschijnen. En mocht dat nog niet het geval zijn, dan zal ik een paar mensen uitnodigen om op deze vraag te reageren. En ik kijk even naar Bas. Ik zie via Bas nog niet. We hebben nog geen mensen in de chat die wat gezegd hebben daarover. Oké, nou misschien dat ik dan gewoon wat mensen kan aanspreken. Ja. Ik zie bijvoorbeeld een Hanna Wisman, die is betrokken bij deze masterclass. Ja, sorry Hanna dat jij de eerste bent, maar ik zie dat je deze masterclass volgt. En je hebt waarschijnlijk over deze vraag nagedacht. Ik ben benieuwd, Hanna, wat jij hebt geantwoord op de vraag hoe we het praten over het levenseinde nog moeilijker kunnen maken. Zou je jezelf even willen unmuten en iets hierover willen zeggen? Ik vond het een lastige vraag, omdat je het eigenlijk van de andere kant moet bekijken. Kunnen jullie mij horen? Jazeker. Ja, zeker. Ja, heel goed. Ja, ik denk door te weinig tijd te nemen. En door snel, ik denk dat je daar echt wel de tijd voor moet nemen voor zo'n gesprek. Dus als je te weinig tijd neemt, dat dat een van de belangrijkste factoren is, waardoor je het nog moeilijker kan maken. Ja, nee, dat is een hele goeie. Hartstikke bedankt, Hanna. En sorry dat ik je tutoieer. We kennen elkaar niet, maar ik zag alleen je voornaam. Oké, dan zie ik ook nog een Ties en Amy. Hey, Rob, inmiddels is de chat bijna ontploft met reacties van mensen. Oh, leuk. Heel veel reacties op jouw vraag nu. Nou, kom maar door. Ik stel voor dat we een van de mensen die wat gezegd heeft een beurt geven, eigenlijk om het even toe te lichten. Ik zie Diana Romein midden in mijn scherm staan. Jij had daar een mooie opmerking over. Wil je dat toelichten? Ik had een aantal dingen ingezet en ik zie ook een aantal dingen zeg maar terug door meerdere mensen beschreven. Ik had gezegd van inderdaad een gesloten vragen stellen met al een oordeel daarin, dat werkt vaak dat mensen dichtklappen, dus dat is niet heel handig om te doen. En inderdaad de tijd nemen voor een gesprek en niet al gelijk resultaten willen, maar gewoon zeg maar een open gesprek aangaan. Van hoe staan mensen in het leven? Wat zijn nog verwachtingen? Hoe denken ze erover?
zonder al gelijk, zeg maar, uitspraken te willen bewerkstelligen. Oké, hartstikke goed. Ja. Ja, Hanna zei het ook al, eigenlijk is die vraag, die roept misschien wel verwarring op, omdat het juist vraagt om jezelf voor te stellen hoe het moeilijker kan worden. Nou, het grappige is natuurlijk ook dat op het moment dat je wil gaan, dat je het praten over de dood wat wilt vermakkelijken, dat je moet kijken welke oorzaken of welke factoren het allemaal moeilijker maken. Nou, wat er al genoemd is, weinig tijd ervoor uittrekken. Nou, de oplossingsrichting is natuurlijk om er juist wel tijd voor te maken. En wat Diana zei, van gesloten vragen stellen met een oordeel erin. Ja, hoe kun je het makkelijker maken om het wel te doen? Is natuurlijk door open vragen te stellen zonder zo'n oordeel erin. En het sluit ook wel erg aan bij een trucje dat ik ook onlangs nog in een boek heb geschreven. De 5 O's hebben we dat genoemd. Dat zijn manieren waarop je vooral niet moet reageren in gesprekken die gaan over het levenseinde. En daar zit bijvoorbeeld ook de O van oordeel in. Maar ook net zo goed de O van oplossing. En de O van dat je dingen wil opfleuren. Zo van, nou ja, u bent wel ongelooflijk ziek, maar de zon schijnt, kom op. Er valt ook nog wel wat lol uit het leven te halen. Dus het is inderdaad goed wat Diana zegt. Zo'n oordeel moet er vooral niet in zitten, want daar sla je inderdaad een gesprek vrij makkelijk mee dood. En wat misschien ook nog wel even goed is om te benoemen, en dat is ook meteen een opstapje naar de volgende slide waar Margot het een en ander over gaat zeggen. We zitten nu natuurlijk met z'n allen vooral in, zeg maar, de context van de gezondheidszorg. Als wij praten over de dood ergens aan proberen te koppelen, dan is dat waarschijnlijk vooral het praten met iemand die bijvoorbeeld ongeneeslijk ziek is, of die zeer kwetsbaar is, die oud is. Maar Margot zal op basis van de volgende slide laten zien dat het praten over het levenseinde geen exclusief domein is van zorgprofessionals. Vaak zeggen mensen tegen mij, maar goh, dat is allemaal wel heel erg mooi, dat praten over dat levenseinde en op tijd praten over dat levenseinde. Maar op welk moment zou ik dan in gesprek moeten gaan en bij welke patiënten? Ik zelf vind dit plaatje van Morbidé eigenlijk wel een heel erg mooi plaatje. Want dit plaatje laat zien dat de gesprekken eigenlijk altijd kunnen plaatsvinden. Dagen tot aan het overlijden, weken tot aan het overlijden, maanden tot aan het overlijden, jaren tot aan het overlijden. Eigenlijk denk ik gedurende het hele leven. En het kan op allerlei plekken plaatsvinden. Binnen gezondheidszorg, thuis, hospice, verpleeghuis, ziekenhuis, binnen de thuiszorg. Maar ook op allerlei andere plekken. Zoals bijeenkomsten, ouderenbonden, in de kerk, in het onderwijs. Online, zoals wij nou doen. Wat ik zelf altijd een mooi voorbeeld vind, is een aantal jaar geleden ging ik met mijn vriendinnengroep een weekendje naar het strand. En het was prachtig weer en wij zaten aan zo'n mooie strandtent, gezellig aan de wijn en de rosé. En ik had een kaartspelletje meegenomen met vragen over het levenseinde. En wij hebben een prachtige middag gehad door elkaar die vragen te stellen. Dus ja, zelfs op het strand kun je praten over het levenseinde. Als je verder kijkt naar het rijtje, je kunt ook met verschillende mensen het gesprek voeren. In de kroeg staat hier en daarom vonden wij het ook wel heel erg aardig om het einde van de masterclass met jullie in het digitale café nog wat naar te spelen. En ik zie hier in de chat, ik wil dat kaartspelletje wel. Daar krijgen jullie op het einde van de masterclass, krijgen jullie daar informatie over. Rob, mag ik de volgende dia slide? Want wat is nou het goede moment? Zelf denk ik, kies gewoon een moment. Voor praten over de dood is eigenlijk ieder moment een goed moment. Zelf denk ik, beter te vroeg dan te laat. En als je twijfelt over het goede moment, dan kun je dat ook tegen de ander zeggen. Je kunt ook gewoon zeggen, ik twijfel of dit het juiste moment is om hier nou over te praten. Maar het goede moment is er misschien nooit. Dus ik begin er maar over en dan kun je kijken hoe die ander reageert. Dus eigenlijk ja, kun je altijd wel over dat levenseinde praten. En wat ik zelf nog meer dan dat ik al wist, het afgelopen jaar geleerd heb met onze COVID-pandemie, is dat later komt soms veel eerder dan je denkt. De dag van morgen kan er voor ons allemaal heel anders uit te komen zien. We kunnen allemaal heel erg ziek worden en binnen enkele dagen of misschien wel nog veel sneller overlijden. Dus daarom pleit ik ervoor, ga
op ieder moment waarvan je inschat dat het een goed moment is, met elkaar in gesprek. Beter een jaar te vroeg dan een dag te laat. Het goede moment is er dus altijd. Ik denk dat het goed is om voor jezelf juist verschillende manieren te vinden waarop je dat gesprek kan aangaan. En denk, oefen dat gewoon. Bijvoorbeeld morgen met je partner, met een goede vriend. En wat ik zelf heb gemerkt, van hoe vaker je oefent, hoe soepeler dat het zal gaan. De volgende erop. Vervolgens komt de vraag van, ja, bij wie dan, hè? Daar zijn wel wat hulpmiddelen voor. Maar eigenlijk denk ik wat het belangrijkste is, dat je een soort van sensitiviteit ontwikkelt. Dit doe je door goed te luisteren, door vooruit te durven kijken. Dat vooruitkijken, dat noem je eigenlijk dat scenario denken. Dat scenario denken, ja, dat klinkt wat chic, maar dat is eigenlijk gewoon van, nou ja, probeer een beetje in de toekomst te kijken wat er verwachten valt. Van wat nou als we plan A volgen, wat is dan het meest waarschijnlijk? En als plan A nou niet lukt, wat wordt dan plan B? En hoe zal dat dan waarschijnlijk gaan? Bij mijn moeder werd van alles gedaan om te zorgen dat haar hart rustiger ging kloppen. Maar er werd niet nagedacht over wat die behandelingen dan betekenen voor haar functioneren en voor haar leven. En er werd niet vooruitgedacht van wat nou als dit plan mislukt. Er was geen plan B. En ja, het mislukte bij haar. Met als gevolg dat weer alle hulpverleners achter die trein aanhobbelden. Ik denk dat het goed is om bij jezelf zo'n soort gevoel te ontwikkelen. Mocht dat nou niet lukken, mocht je toch meer behoefte hebben aan houvast, dan kun je bijvoorbeeld gebruik maken van die surprise question. Ik denk dat het grootste deel van jullie deze vragen allemaal kennen. Van, zou ik verbaasd zijn als deze persoon binnen nu en een jaar zou overlijden? En als het antwoord is, nee, ik ben niet verbaasd. Wat deze vraag doet, is de palliatieve fase markeren. En je kunt die markering van die palliatieve fase aangrijpen om in gesprek te gaan. Maar let wel, praten over het levenseinde wil niet per se synoniem zijn met praten over palliatieve zorg. De volgende dia. Margot, er is nog een interessante vraag, misschien even ter verduidelijking. Ja. Erika Wiersma, die vraagt, stellen we deze vraag alleen aan onszelf of ook aan de persoon zelf, familie en anderen? Ik stel hem aan, ik kan vertellen hoe ik dat doe. Ik stel hem aan mijn collega hulpverleners, dus in het interdisciplinaire team, alle betrokken hulpverleners, stel ik die vraag regelmatig. En afhankelijk van welke patiënt en familie ik voor me heb, stel ik die vraag ook wel in een wat aangepastere vorm. En wat ik dan doe, is dat ik vraag van, hoe ziet u het komende jaar voor u? En patiënten gaan dan wel praten over, sommigen zeggen van, nou, dan ben ik er niet meer. En anderen geven andere soort woorden. Dus ook daarin, en dat lukt me ook niet altijd nog even goed, maar zoek ik wel naar woorden en manieren om toch bij die patiënt een beetje een inschatting te maken van, nou, hoe ziet hij dat? Heeft hij hetzelfde gevoel? En er zijn sommige patiënten waar je die vraag wel heel gewoon aan kan stellen. En ook, ja, dat gevoel moet je ook weer een beetje ontwikkelen. Bij wie kan het wel, bij wie kan het niet? Is dat voldoende antwoord op de vraag? Als ik niks hoor, ga ik door. Ik denk het wel, Margot. Mooi antwoord. Ik kan er ook nog wel iets aan toevoegen, als ik jou even mag onderbreken. Want het gaat dan niet zozeer over de surprise question, maar het is wel een soort afgeleide daarvan. Is dat je ook mensen kunt uitnodigen om een stukje papier te pakken. Twee punten erop te zetten. Eén staat voor geboorte, een andere staat voor dood. En een lijn te trekken tussen die twee punten. En dan aan mensen te vragen, wat denken jullie? Waar staat je moeder, je partner? En zeker als je dat met meerdere mensen tegelijkertijd doet, dan zie je ook wel vaak verschillen in gedachten daarover. En dan kun je dat vervolgens weer gebruiken om met mensen te praten over de vraag, waarom denk je nou dat je moeder of je partner op dat punt staat? En waarom denk jij waarom dat op een ander punt is? Mooie toevoeging, Rob. Ja. Bureau Morbide, het lijkt net alsof ik allemaal reclame maak voor jullie, Rob. Maar daar is, die heeft ook een hele mooie flowchart gemaakt over wanneer je
kan starten met praten over palliatieve zorg. En deze flowchart die krijgen jullie ook mee in het toetje. En je kunt bijvoorbeeld kijken van, goh, is iemand ziek? Nee, maar is die wel heel erg kwetsbaar? Stel dan een surprise question en ga het gesprek over palliatieve zorg aan. Dus dit zou ook nog een hulpmiddel kunnen zijn als je daar behoefte aan hebt. De volgende dia. Nou, wanneer start je een gesprek? Even los van die surprise question of die flowchart. Soms kun je een aanleiding gebruiken, zoals bijvoorbeeld een plotselinge achteruitgang van het lichamelijk functioneren, of een teruglopend effect van de behandeling, of als iemand dreigend wilsonbekwaam wordt. Bijvoorbeeld als iemand naar een verpleeghuis zou verhuizen of naar een ziekenhuis zou moeten. Zelf vind ik persoonlijk altijd wel vrij laat hoor, als iemand naar een verpleeghuis zou moeten. Maar goed, je kunt het aangrijpen. Als er een nieuwe klacht optreedt, waardoor er bijvoorbeeld een andere zorgbehoefte ontstaat, kun je dat ook aangrijpen. Of bijvoorbeeld het overlijden in de omgeving van de patiënt. Is vaak een hele mooie aanleiding om het gesprek aan te gaan. Een sociaal herdenkingsmoment, markeermoment. Waar ik zelf dan bijvoorbeeld aan denk. Mijn partner die heeft, dat is nu alweer ruim 25 jaar geleden, een nier aan zijn broer gegeven. En dat hebben we nog voor de COVID-pandemie met elkaar gevierd. Het was echt een feestje, 25 jaar, dat die nier het supergoed deed. Maar tijdens die viering werd ook over het levenseinde gesproken. Was het ook eigenlijk ook een heel erg mooi moment om ook vooruit te kijken van, wat nou als die nier het straks niet meer doet? Wat zijn dan je wensen? Hoe kijk je daar tegenaan? En heb je dat bijvoorbeeld al met je huisarts besproken? Of met je kinderen? Dat was ook een hele mooie avond. De volgende even verder klikken. Nou, wanneer niet? Hier hebben we het woord Fingerspitzengefühl. Dat vind ik ook wel een heel erg mooi woord. En dat is eigenlijk ook een beetje wat ik met die sensitiviteit bedoel. Waarvan het belangrijk is, denk ik, om dat te ontwikkelen. Voel je weerstand in dit gesprek, dring dan vooral niet aan. Maar kijk of er een ander moment is, of er een andere opening kan komen. Wacht op een goed moment. Soms is direct na de diagnose juist een heel goed moment. En soms is het een enorm beroerd moment. Probeer dat een beetje aan te vullen. En juist omdat niet dat ene goede moment aan te wijzen is, ieder moment een goed moment. Nou, welke patiëntengroepen? Je kunt dat ook vinden in de multidisciplinaire richtlijn van Firenzo. Over reanimatie staat er ook wat in geschreven. En ook in een boekje over levenseindig gesprekken van Bureau Morbidé. Denk eraan als er sprake is van ouderdom of hoge kwetsbaarheid. Als mensen een levensbedreigende ziekte hebben, zoals bijvoorbeeld kanker, hartfalen, nierfalen, COPD. Zelfs bij mensen die altijd een beroerte hebben gehad, vind ik het ook belangrijk. Als er sprake is van palliatieve zorg, als er sprake is van een acute levensbedreigende aandoening. Volgende. Oh ja, die is voor jou, Rob. Ja, inderdaad. Want we wilden graag aan de kijkers thuis, zo moet ik het geloof ik noemen, de vraag voorleggen. Stel, je krijgt morgen slecht nieuws te horen. Je hoort dat je niet meer beter kunt worden. Stel dat je jezelf probeert uit te dagen om in het hoofd en in het hart van iemand die een ongeneeslijke ziekte aangezegd krijgt, om je daarin te verplaatsen. Wat zouden een top 3 zijn van zaken die je het meest belangrijk vindt op dit moment? Dus morgen krijg je te horen, meneer of mevrouw X, u heeft nog een beperkte levensverwachting en je gaat je afvragen wat je op dit moment dan nog het meest belangrijk vindt. Dat mag in de chat, net als zo net, geplaatst worden. Maar mocht ik via Bas niet al te snel wat opties krijgen, dan zal ik net als bij de vorige keer één of twee mensen daarvoor aanspreken. Nou, dat gaat helemaal goed komen, Rob, want we krijgen al wat reacties binnen. Okay. Geef nog even wat tijd aan de mensen om nog wat te typen. Dan zullen we een aantal naar voren halen. En we zitten ook goed in onze tijd, dus ik denk dat we wel een aantal mensen naar voren kunnen halen hiervoor. Heel mooi. Ja, Marjolein Broers was de eerste. Marjolein, wil jij toelichten wat je noemde?
Ja, goedenavond. Ik schreef op familie als eerste. En daarbij, dat was het eerste wat in me opkwam eigenlijk. Ik denk omdat die het belangrijkste om me heen zijn, samen met vrienden. En ik denk toch dat werk ook nog wel, onderdelen van mijn werk ook nog wel heel belangrijk blijven. Dus die staat op nummer 2? Ja, op dit moment wel, denk ik. Ja, ja, en daarnaast denk ik ook de tijd hebben voor mooie dingen, om dingen te doen. En mag ik vragen of er dan ook iets te binnen schiet, wat je dan nog zou willen doen? Oh, dan denk ik aan dingen als concerten en toneel en reizen en de natuur. Oké, ja, dat is al behoorlijk. Misschien in het dagelijks leven wat te weinig doet waarschijnlijk. Nou, onthoud dan deze avond en deze opmerkingen en probeer je agenda op een dusdanige manier in te plannen. En dat kan waarschijnlijk ook weer in het najaar, dat je ook inderdaad naar concerten gaat en dat je naar toneel gaat. Ja, reizen, dat kan natuurlijk binnen Nederland altijd wel, maar wie weet wil je ook wel naar het buitenland. Nou, ook dat kan misschien. Ik zeg het ook nog wel eens tegen mensen die nog gebruik maken van zo'n ouderwetse papieren agenda. Die koop je dan vaak in november of december of zo. En dan adviseer ik ook mensen vooral om allereerst wat weekenden en dagen te blokken, verspreid over het hele jaar, waarop ze dan de dingen kunnen doen die ze echt heel erg graag willen doen. Zeg maar die bucketlist-achtige dingen die je echt zult gaan missen als het niet meer kan. Ja. Dus hartstikke bedankt, Marjolein. Ja, ja, okay. Bedankt. Bas, heb je nog iemand anders? Ja, zeker. Ik zag een hoop interessante opmerkingen. Leonie Vogels, kun jij misschien vertellen wat jij schreef in de chat? Ik had opgeschreven naasten, contact met naasten. Eigen regie is voor mij heel belangrijk, dus ook vooral ook thuis kunnen blijven, dat hoort er ook bij. En dat had ik als derde, ben ik het even kwijt. Die relatie met artsen en verpleegkundigen. Ja, ja, inderdaad, dat vind ik ook wel heel belangrijk. Dat het contact met je, als je ernstig ziek bent, dat het contact met je professionals ook heel, dat het ook goed is, zeg maar. Dat het prettig is, ja. En ik zou ook nog wel als vierde rust willen, bij willen zeggen. Ik zou ook wel in rust willen zijn, zeg maar. Ja, precies. Oké. En je noemde als tweede ook eigen regie. Ja. Zou je nog iets meer daarover willen zeggen? Eigen regie ten aanzien van wat of wie of iets specifieks? Of eigen regie in brede zin des woords over zowel de behandeling als de tijdsindeling en wat je allemaal te eten kunt krijgen enzovoort? Ja. Nou, eigen regie vooral. Ik hoor tot de proactieve, jij gelooft niet zo in die stijlen, maar ik hoor zeg maar tot de proactieve. Ik ben wel veel met de dood bezig ook en met, met gewoon het besef van sterfelijkheid. En mijn vader heeft bijvoorbeeld, die kreeg longkanker en die heeft zich nooit laten behandelen. Nou, dat vind ik wel een voorbeeld van, want die wist gewoon, van, die had een oom, een broer van hem gezien en die was binnen 9 maanden overleden met allerlei ziekenhuis in, ziekenhuis uit. En dat is voor mij ook wel een beetje een voorbeeld. Zo van, eigen regie ook over de moed hebben om te zeggen, ik wil niet meer behandeld worden, ik wil gewoon een rustige tijd met mijn naasten doorbrengen. Ja. Oké. Hartstikke mooi, Leonie. En toen je eigen regie had genoemd, noemde je volgens mij ook eventjes heel kort iets over thuisblijven. Ja. En ook thuisblijven tot het eind. Mag ik dat dan zo verstaan? Ja, zeker. Ik schrok weer van de laatste cijfers van het Bureau van Statistiek, dat toch maar 35% van de mensen thuis sterft. Terwijl een grote meerderheid zegt dat ze er graag thuis willen sterven. Voor mij zou het echt, ik zou echt heel graag thuis willen blijven. Ja. Ja, het verraderlijke van die cijfers van CBS is trouwens wel dat er zitten natuurlijk ook cijfers tussen van mensen die in een verpleeghuis wonen en die ook al misschien daar wel 5, 6, 7 jaar wonen. Ja, die hebben ook vaak niet zo ontzettend veel keuze. En voor mensen die in een verpleeghuis wonen kan zeg maar het verpleeghuis dus ook thuis. Tuurlijk, en ook een hospice kan ook heel erg thuis voelen, hoor. Dat geloof ik ook wel. Ja, dat vond ik ook altijd wel een mooie discussie. De vraag, gaat het om thuis zijn of gaat het om jezelf thuis voelen ergens? Ja, snap ik. En als ik dat aan jou voorleg, Leonie, je thuis voelen, wat is dan voor jou cruciaal?
ja, thuis voelen. Ja. Mm-hmm. Ja. Dus ik zei, ergens thuis voelen. Ja, dat zou het als cruciaal. Ja, ik heb op dit moment een latrelatie, dus ik heb eigenlijk 2 huizen. Dus misschien zou ik wel in Dalfsen gaan zitten in plaats van in Leiden, omdat ik me daar gewoon prettiger voel. Dus dat is allemaal heel open. Ja. Ja. Dus het gaat gewoon thuis voelen. Ja. Ja. En je noemde als eerste ook de naasten. Ik vul dan alvast in dat die naasten ook een rol moeten spelen in dat thuis voelen en in het thuis zijn. Absoluut, absoluut. Mm-hmm. Ja. En klinkt misschien een beetje direct, maar heb je de mensen van wie je wil dat ze bij jou aanwezig zijn in de laatste levensfase, heb je hen dat ook al gezegd of ga je er gewoon wel vanuit dat ze dat weten? Ik ga er in ieder geval vanuit dat ze het weten, maar ik heb ook wel met meerdere mensen daar wel over gesproken. Ja, ja. Zo. Ja, ja, ja. En ook met een arts bijvoorbeeld, een bevriende arts. Die heb ik ook gezegd, ik wil dat jij erbij bent. Oké. Okay. Ah, klinkt al als heel, heel, heel erg open. En die is 30 jaar jonger dan ik, dus de kans dat hij erbij kan zijn is ook aanwezig. Ja, ja, precies. Ja, dat vind ik altijd wel de pech van de huisartsen die ik in het verleden althans altijd had. Die waren al wel ouder dan ik. Maar goed, nou word ik zelf steeds ouder, dus dan heb ik veel vaker jongere huisartsen. Dat vind ik echt absoluut een voordeel. Ja. Dankjewel, Leonie. Graag gedaan, Rob. Ja. Hey, Bas, je hebt er nog eentje misschien? Ja, ja, Rob, ik heb nog 3 interessante aspecten, denk ik. Misschien kort om hier even kort langs te laten komen, die 3 mensen die wat gezegd hebben. Ja. Ik zou allereerst graag Laurie Faro het woord geven. Je had het over stem, lach en beeld vastleggen. Kun je daar wat over vertellen? Ja, ik ben natuurlijk ontzettend eens met alle andere opmerkingen. Maar ik weet van mijn eigen vader, dat ik het daar heb ik nog beeldopname van, zijn stem. Je wil degene herinneren zoals hij was. Ik vind herinneringen, de dood is zo verschrikkelijk definitief. Dat ik wil zijn stem heel graag horen. Hij heeft een oorlogsverleden, dus hij heeft er veel over gesproken. En dat is allemaal vastgelegd, vind ik ontzettend fijn. Beeld zou ik ook, denk ik ook, dat je nog weet hoe iemand bewoog. Maar ook lachen vind ik belangrijk. Dat zijn de dingen die gewoon weg zijn met de dood. En ik zou het belangrijk vinden om dat vast te leggen, maar ik praat nu over mijn eigen dood. Het gaat er natuurlijk wel om of je familie dat ook belangrijk vindt, dat hoop je dan misschien maar. Dus herinneringen maken, dat hoort daar natuurlijk ook bij, maar gewoon die hele elementaire dingen die bij het leven horen, die proberen vast te leggen. Oké, okay. Hartstikke mooi, Laurie. Graag gedaan. Ja. Nog een andere die wel, denk ik, mooi is om even te horen, is Lieke Hendricks. Je zei iets nalaten wat tastbaar is. Ja, zou je daar wat meer over kunnen zeggen? Ik vond dat wat mijn voorganger net zei al een hele mooie suggestie. Daar heb ik zelf ook niet zoveel over nagedacht wat het zou moeten zijn. Maar ik denk iets wat de ander helpt om jou te herinneren, dat mooi zou zijn. Ja. Oké, dankjewel. En heb je dan voor jezelf ook al een idee wat het dan zou kunnen zijn? Of zei je nou net dat je daar nog niet over had nagedacht? Nee, de vraag overviel mij een beetje. Dus ik heb het nog niet zo ver uitgedacht als de vorige sprekers. Ja. Nee, maar er zijn natuurlijk wat dat betreft in het verleden al filmpjes of dozen met memorabilia, zeg maar, met dingen die echt aan iemand doen denken. Of handgeschreven teksten. Wat dat betreft kun je ook nog alle kanten op gaan. Dus misschien is het iets voor je om de komende tijd eens over na te denken en te kijken hoe je dat kunt invullen. Ja, dat zou ik zeker doen. Dankjewel, Lienke. En Bas, je had er nog één. Klopt, ik heb nog een laatste die wel leuk is, denk ik. Dat is van Elke Lief. Zij noemde de eigen begrafenisregelen. Dat is ook een aspect is wat je wel eens vaker hoort. Kun je daar misschien wat meer over vertellen, Elke? Nou ja, om een beetje mijn familie daarin te ontlasten. En dat we dan ook gewoon dat samen kunnen regelen. Zodat het voor ons, dat ze ook, dat we het samen kunnen doen, zeg maar. En dat zij ook weten wat jij wil en dat jij ook hoort wat zij daarvan vinden. Ja, dat is nieuw over na te denken. Ik heb het al wel tegen mijn ouders gezegd wat ik graag zou willen nu. En ik ben nog vrij jong. Maar ik heb er wel eens gezegd wat mijn wensen nu zijn daarvoor. Ja. En dan hoeven hun ook niet meer voor die dilemma te staan van wat zou ik willen. Ja, en weet jij, misschien een beetje te persoonlijke vraag, hoor, je hoeft er niet op te antwoorden. Maar weet je omgekeerd ook wat je ouders willen? Ja, een beetje wel, ja. Oké, dus dat gaat dan wel zeg maar heen en weer zo, wat wensen betreft.
Ja, want ik dat gesprek eigenlijk altijd al open probeer te houden, zodat je er niet voor komt te staan op het moment dat. Dat je daar niet over die moeilijke dingen hoeft na te denken. Ja, ja, het is vaak voor de naasten die dan vervolgens na het overlijden nabestaanden worden, is het best wel prettig om een uitvaart te kunnen regelen op een manier waarvan zij in ieder geval een beetje kunnen weten dat het overeenkomstig is met de wensen die de persoon die overleden is had. Dus ja. Ik kan me voorstellen dat dit voor jou een belangrijk aspect is. En we hadden natuurlijk naar een top 3 gevraagd. Is dit ook iets wat in jouw top 3 staat, of is het een van de vele dingen die je had bedacht hierbij? Nou ja, inderdaad, een groot feest geven met alle vrienden, familie en mensen die mij heel dierbaar zijn. Dat is natuurlijk logisch. Ik had als tweede vakantie nog een keer echt goed op vakantie naar een mooi land. Warm land, lekker zeestrand. En ook die tas was achtergelaten als het kan. Een filmpje opnemen voor familie. Of dat ze altijd nog kunnen terugkijken hoeveel ik van ze hou en hoe trots ik op ze ben. Ja. Hey, hartstikke mooi. Iedereen, dankjewel. Ik vind met name ook wat Laurie vertelde over die beeld- en geluidsopname. Ik ben momenteel een boek aan het schrijven over het televisieprogramma De Kist. Dus ik kijk nou al die pakken bij 200 afleveringen, kijk ik allemaal weer opnieuw. En het is opvallend hoe vaak mensen juist ook dat beeld, eigenlijk vooral het geluid noemen. Dat mensen soms zo triest worden van het besef dat ze opeens krijgen van, goh, ik weet echt niet meer hoe mijn vader, dat zei Tycho Gernand bijvoorbeeld pas geleden nog in een uitzending, ik weet opeens niet meer hoe hij klonk. Had ik hem maar ooit een keer opgenomen op een cassettebandje, of had ik ooit maar een keer een beeldopname van hem gemaakt, dan had ik dat even kunnen afspelen en had ik vervolgens weer een paar jaar verder gekund, want dan had ik dat geluid van de stem weer in het hoofd. Dus dat is misschien een onderwerp dat we ook allemaal in onze zorgcarrière kunnen meenemen. Dat we daar ook onze patiënten, cliënten, bewoners en mensen die we ontmoeten in zorg, dat we die ook daar misschien wel eens op wijzen. Bas, wil je nog verder iets inbrengen of zal ik doorgaan met de volgende slide? Ik denk nog één laatste vraag. Renate had een handje opgestoken. Dus denk ik om Renate Schulenberg haar vraag nog even te beantwoorden voordat we doorgaan naar de volgende slide. Goed. Dat is wel fijn. Ik wil graag een ervaring delen over het regelen van een uitvaart. Ik hoor heel veel mensen altijd zeggen van, ik wil graag het vooraf allemaal regelen, dat mijn familie daar geen romslomp mee heeft. Toen mijn zus overleed, plots en onverwacht, wisten we allemaal niet zo heel goed wat het was. En wij hebben het ingevuld. En we hebben retrospectief, wij broers en zussen en haar zoons, geredeneerd, dat juist dat wat wij dan samen hebben ingevuld, ons verdriet en ons pijn heeft kunnen verlichten. Dat wij bezigheden hadden die voor haar betrekking hadden. En ik heb daarbij heel intens geleerd van dat wij dan als mensen die verdrietig waren bij de uitvaart ons terug konden herkennen en ons verdriet beter konden plaatsen en niet in een samenhang stelden die misschien niet bij ons paste. Dat vonden wij met z'n allen een hele eye-opener, dat iedereen zegt van, ik wil mijn familie daar niet belasten, maar je valt in een dermate gat, dat wij het juist als goede aanvulling hebben gevoeld om het zelf te doen. Ja, oké. Okay. Dankjewel Renate voor het inbrengen van deze ervaring. Ja, ik zou bijna zeggen dat wat Elke inbracht over het samen bespreken, dat kon in jouw situatie natuurlijk niet, omdat er sprake was van een plotseling overlijden. En als je het vooraf nooit besproken hebt, dan kun je het er niet meer over hebben. Maar ik denk inderdaad, hoe meer je een eigen invulling kunt doen, al dan niet op basis van datgene wat je al weet of datgene wat je invult op het moment dat er niet over gesproken is, dat het absoluut een bijdrage kan leveren aan een zo gezond mogelijke verliesverwerking. En ik moet er nog wel even bij zeggen, jij hebt blijkbaar met broers en zussen, je hebt een harmonieuze verstandhouding, begrijp ik hieruit. Je hebt samen over kunnen overleggen, je hebt samen knopen kunnen doorhakken en misschien zijn er af en toe wel eens discussies geweest, maar er zijn in ieder geval wel altijd
ja, beslissingen genomen die ook door de meerderheid werd gedeeld. Ik kan me ook voorstellen dat er families zijn waarbij het allemaal wat minder harmonieus is. En als je dan helemaal niks weet van wat er gewenst wordt, dan kan het in die zeg maar snelkookpan, hè, die 5-6 werkdagen waarbinnen je moet beslissen over de invulling van die uitvaart, ja, dan kan het misschien ook nog wel eens uit de bocht vliegen of juist tot een hoop tumult en ongezelligheid leiden. En ja, voor dat soort situaties is het misschien toch wel fijn in ieder geval weer iets weet over wat er gewenst wordt. Oké, ik ga over naar de volgende slide. En dat is een... nou, misschien moet ik het even nog toelichten. Ik heb ooit eens een keer in een achternamiddag, hè, zo'n klassieke situatie, waarbij je eigenlijk denkt van, oh, wat zou ik nu eens gaan doen? Nou, ik heb eigenlijk niks gepland staan. Nou, laat ik even een plaatje maken, heb ik toen gedacht. De ijsberg is het geworden. Als het goed is, zien jullie die nou in beeld. Oep, was het alweer terug. Over de dokter, het levenseinde gesprek en de ijsberg. En de dokter staat wel een asterisk bij, de niet zo palliatief geschoolde dokter, heb ik dat genoemd. En tot mijn grote verbazing ging die bijna viral op LinkedIn. En ik heb die plaat gemaakt omdat ik in de praktijk merkte, en ook op basis van de literatuur wel merkte, dat als we het hebben over advanced care planning of proactieve zorgplanning of vroegtijdige zorgplanning, er bestaan natuurlijk allerlei begrippen voor, dat met name de niet zo palliatief geschoolde dokters de neiging hadden om vooral de gespreksonderwerpen boven de waterlijn te bespreken. Dus die gingen in gesprek over de reanimatie uit de casus die Mago helemaal in het begin van deze masterclass al inbracht. Of die sprak over een prognose, of die sprak over behandelingen, of die sprak over hoe staat u ter opzichte van euthanasie of over palliatieve sedatie en moet er misschien nog iets rondom donatie geregeld worden? Staat u al wel in het register en zo ja, wat is dan uw mening? Dat zijn toch een beetje de medisch georiënteerde onderwerpen. En ik heb jullie zo net natuurlijk gevraagd welke dingen gaan er in jullie ogen echt toe doen op het moment dat er sprake is van die aanzegging van u bent ongeneeslijk ziek en u heeft mogelijk niet al te veel tijd meer. En dan noemen jullie heel veel onderwerpen, in ieder geval de onderwerpen die we van die 5-6 mensen die we nu besproken hebben, dan noemen we heel veel onderwerpen, maar eigenlijk is er geen één daarvan die boven die waterlinie zit. De meeste onderwerpen die genoemd worden, die bevinden zich juist onder water. En dat is de les die ik ook graag tot slot, voordat we zo meteen gaan pauzeren, die ik jullie wil meegeven. En dat is ook van belang als we het hebben over advanced care planning. Soms lijkt er sprake te zijn van een soort advanced care planning 1.0 en advanced care planning 2.0. De advanced care planning 1.0, zeg maar even een beetje, misschien iets te geringschattend, is juist zeg maar dat afvinklijstje. Van oké, hoe denkt u over euthanasie? Hoe denkt u over reanimatie? Hoe denkt u over palliatieve sedatie? Iets wat je zeg maar kunt afvinken. Oké, we hebben de mening genoteerd. We kunnen dat afturven en dat was het weer. Maar goed, dan heb je dus geen gesprek. Dan heb je een soort pingpongachtige situatie waar je eigenlijk als zorgprofessional niet zo ontzettend veel van leert. Want waar het natuurlijk veel meer om gaat, als iemand bijvoorbeeld zegt dat hij niks tegen palliatieve sedatie heeft, dat je doorvraagt en om een toelichting vraagt. Dat je de mening achter die mening hoort of de opmerking, de gedachtegang achter die mening. Dat wat betreft de medische onderwerpen, maar de Advanced Care Planning 2.0, zoals ik die zie, die richt zich veel meer op wat Mago volgens mij ook al vrij treffend in haar casusbespreking noemde, de wensen, de verwachtingen, de behoeften, gedachten over wat er ook al staat bijvoorbeeld, wensen over het resterende leven of waar een paar mensen ook al aan linkten, de uitvaartwensen. Ik zie hier ook staan de wenselijkheid om 112 te bellen. En dat maakt natuurlijk ook wel een linkje met een van die voordelen van het vroegtijdig praten over het levenseinde. Dat je daarmee ook allerlei panieksituaties kunt voorkomen. Als je met elkaar daar ooit over gesproken hebt, over de vraag wanneer moeten we eigenlijk 112 bellen. En je hebt daarin ook bijvoorbeeld geëxcludeerd dat er niet meer een 112 telefoontje gepleegd hoeft te worden op het moment dat er plotseling sprake is van benauwdheid. Omdat je
bijvoorbeeld hebt afgesproken, dat er dan een grotere dosis morfine kan of mag worden toegediend, ja, dan hoef je die ambulance niet meer te laten aanrukken. Want wij weten waarschijnlijk met z'n allen ook wel, op het moment dat die ambulance voor de deur staat, dan is er niet zo ontzettend veel ruimte meer voor een goed gesprek. Dan word je gewoon meegenomen, beland je op de spoedeisende hulp, vindt de triage plaats en voor je het weet stap je in de medische molen, waarin ook allerlei onderzoeken gedaan worden. En het kost dan soms best nog wel eens wat moeite, voor zover je het überhaupt zou willen nog, om dan toch weer thuis te komen binnen niet al te lange tijd. Praten over de wenselijkheid van wel of niet nog ziekenhuisopnames zie ik ook onder de waterlijn staan als het gaat om de combinatie met het woord wensen. Maar ook grotere thema's zoals verwachtingen die mensen nog hebben. De levensvragen. Lotte die wees dat natuurlijk ook al aan in de context van die total pain theorievorming van Cicely Saunders. Ook het spirituele, existentiële deel kan van groot belang zijn om dat ook aan te stippen als je het hebt over het praten over die laatste levensfase. Zaken als vergeving of spijt of het afronden van relaties. Nou, volgens mij noemden 2 of 3 mensen ook familie en vrienden en naasten toch al expliciet als zijnde nummer 1 in de top 3. Ja, dat zijn misschien geen onderwerpen waarover de gemiddelde zorgprofessional vrij makkelijk praat. Maar wat misschien wel kan worden meegenomen uit deze masterclass, is dat je mensen in de praktijk er wel op wijst dat juist het afronden van de relaties met die mensen van groot belang kan zijn. En even refererend aan die tegelspreuk die Margot ook aanhaalde. Ja, je weet nooit hoe snel later komt. Je kunt misschien beter dat gesprek een jaar te vroeg of een half jaar te vroeg beginnen, dan denken dat je dat een dag na het overlijden nog zou moeten doen. Want dan ben je dus echt te laat. En dat kan ook tot allerlei nare situaties leiden in de rest van je leven. De had ik maar's. Die wil je natuurlijk het liefst zoveel mogelijk voorkomen. Onder de waterlijn staan allerlei vrij wezenlijke zaken. Dit is niet een plaatje met alle onderwerpen. Jullie kunnen ongetwijfeld ook nog wel onderwerpen verzinnen die er nu niet op staan en die ook wel ontzettend van belang zijn als het gaat om gesprekken in de laatste levensfase met patiënten, cliënten of bewoners die je ontmoet. Maar ik denk soms wel eens van, nou ja, je zou misschien beter met de onderwerpen kunnen beginnen die onder de waterlijn zitten. En afhankelijk ook weer van je tijd natuurlijk. Misschien zou je dan prioriteit kunnen geven aan de niet-medische onderwerpen. En misschien komen die medische onderwerpen, misschien komen die vanzelf dan wel. Ik wil voordat we de pauze ingaan nog even naar Bas kijkend vragen of er misschien nog vragen in de chat zijn gesteld. Specifiek over de oefening die ik meegaf over die top 3 of over dit plaatje over de ijsberg. Er was een vraag inderdaad van Febe, maar die heeft Jeffrey al beantwoord in de chat. En ik stel ook voor dat we deze gelegenheid dan gebruiken gezien het warme weer om even 10 minuten pauze met elkaar te nemen. Dat we om 8:30 weer terugkomen, dat iedereen even goed kan drinken ook, want het is nogal heet. Zo, het is 8:30 inmiddels. Ik hoop dat iedereen zich even heeft kunnen verfrissen en klaar is voor het laatste uurtje van deze masterclass. Wat we zo gaan doen is, we gaan eerst het laatste stuk van Rob en Margot, die gaan nog wat meer aan de hand van deze vraag ook met jullie in gesprek over maar hoe dan. En daarna gaan we over naar het Digitaal Café en dat is de plek om ook de vragen te stellen die er nog zijn voor Rob en Margot. En volgens mij zijn Rob en Margot allebei ook weer bij ons terug. Dus ik denk dat dit het teken is dat wij door kunnen gaan. Ja, maar hoe dan? Hoe doe je dan zo'n gesprek? En voor dit onderdeel wil ik jullie toch ook nog weer specifiek uitnodigen om gebruik te maken van de chatfunctie. Om reactie in te geven en vragen te stellen. En Bas die zal proberen dan die vragen aan Rob en mij voor te leggen. En wij proberen daar samen dan wat nuttigs over te zeggen. Allereerst denk ik gelden de regels, eigenlijk de gewone regels voor goede communicatie. En daar wil ik er toch een paar van voorleggen. Ze klinken waarschijnlijk als open deuren, maar wat ik mooi vond was dat ze toch ook alweer terugkwamen in jullie reactie op hoe je het vooral ook kan verpesten. Wat ik allereerst belangrijk vind is van zorg bij jezelf voor een leeg hoofd. Als je hoofd te vol is,
dan kun je niet luisteren. Besteed daar dus bewust aandacht aan. En dat hoeft eigenlijk helemaal niet veel tijd te kosten. In de palliatieve zorg noem je dat ook wel eens het palliatieve voetenvegen. En wat ik doe, en ik doe dat iedere keer als ik in het hospice bij een gast, voordat ik de kamer binnen ga, is letterlijk heel even stilstaan. Heel even bedenken van wie is die mens die daar binnen zit. En tegen mezelf, in mezelf zeggen van, en de rest doet er nou even niet toe. Het kost bij wijze van spreken 3 seconden. Mij helpt het enorm. Zet het bordje niet storen op de deur. Doe je telefoon uit of leg je telefoon weg. In het hospice laat ik mijn telefoon echt bewust op mijn bureau liggen. En ik realiseer me dat dat heus niet altijd kan. Maar in mijn privéleven ben ik ook zo enorm verslaafd en vastgeroest aan mijn telefoon. Ik denk dat het allemaal best een tandje minder kan om die telefoon altijd maar zo dominant te laten zijn. En ga zitten op een stoel. Leun achterover. En zorg voor een uitnodigende en rustige houding. Geef letterlijk de ruimte. En wees je ook bewust van de waarde en het belang van stilte. Er mogen stiltes vallen. Stiltes kunnen heel helpend zijn. De waarde van luisteren. We hebben het al vaker genoemd vanavond. En eigenlijk denk ik altijd, ja, praten is vooral luisteren. En luisteren is eigenlijk veel moeilijker dan praten. En maak dan ook echt verbinding met die ander. Ik verzorg een paar keer per jaar onderwijs aan AIOS ouderengeneeskunde over communicatie in de palliatieve zorg. En we oefenen dan samen met een trainingsacteur. En het valt me iedere keer wel op dat als een gesprek stroef verloopt, dat meestal de oorzaak is dat er geen verbinding tussen die twee mensen is gemaakt. Wees je ervan bewust dat er eerst verbinding moet zijn voordat je met elkaar in gesprek kan gaan. Stel open vragen. Ja, dit is die enorme open deur, maar o zo belangrijk. En wat Rob ook al eerder noemde, van vraag dan ook door als je antwoord krijgt. Van wat betekent dit voor u? Kunt u daar meer over vertellen? Goh, vertel eens. Wat doet dat met u? Wat roept het bij u op? Ik zie dat het u raakt. Kun je daar iets over zeggen? En zeg vooral niet, ik begrijp het. Want wat begrijpen wij nu eigenlijk van iemand en wat het betekent als je weet dat je niet meer lang te leven hebt? Wat begrijpen we überhaupt daadwerkelijk van een ander? En ik betrap me er zelf echt ook wel eens over op dat ik zeg van ja, ik begrijp het, maar ik probeer het mezelf echt af te leren. Waar ik zelf nog enorm mee worstel, en die zag ik toen straks ook in de chat voorbij komen, dat is het dragen van dat mondkapje. Hierdoor valt mijn non-verbale communicatie eigenlijk helemaal weg. En dat maakt dat ik me nog meer bewust ben van mijn houding van mijn lichaam, van de toon van mijn woorden. En ik probeer ook op mijn oogopslag te letten, maar dat vind ik nog ontzettend veel moeilijker. In de eerste lijn, waar ik ook werk, ben ik nu samen met de wijkverpleegkundige aan het oefenen om gesprekken digitaal te doen. En de wijkverpleegkundige die neemt dan de laptop mee naar de ouderen thuis. En ik doe het gesprek via het beeld. En het voordeel daarvan, want het heeft ook allerlei nadelen, maar het voordeel daarvan is dat die ouderen wel heel mijn gezicht kan zien. En de reactie die ik daarop terugkrijg is dat de mensen met wie ik tot nu toe samen met haar in gesprek ben gegaan, dat heel erg prettig vonden en heel erg fijn vonden. En dat ze vonden dat het een goed gesprek was. Dus ik leer daar ook ja, te zoeken naar een weg hoe we dat in deze tijd kunnen doen. Want ik worstel daarmee. En wat daarin nou het goede is, dat kan ik jullie ook niet echt meegeven. Maar ja, wees je er bewust van. Rob die heeft samen met het Radboud UMC heeft hij een soort stappenplan geschreven voor contact op afstand. En dat zit ook bij het toetje en daar kunnen jullie ook nog naar kijken. Wat misschien wel het belangrijkste is, denk ik, bij maar hoe dan is stuntelen mag. Geef jezelf wat krediet en wees een beetje mild voor jezelf. Het hoeft allemaal niet gelijk perfect.
ga het maar gewoon doen. En ongemak mag er zijn. Ik voel me ook nog ongemakkelijk af en toe in een gesprek. Maar laat dat er maar zijn. En je kunt dat ook gewoon zeggen van, goh, het voelt voor mij een beetje ongemakkelijk. Maar, nou, en wat je dan wil zeggen. Laat verwachtingen van hoe het zou moeten en hoe het zou horen, laat die maar los. Want die zitten alleen maar in de weg. Als er al een hoe het hoort zou bestaan. En wees vooral ook niet bang voor je eigen emoties. Je mag je laten raken. Voor mij persoonlijk geldt, juist als ik geraakt word, maakt dat mijn beroep na die bijna 30 jaar eigenlijk nog iedere dag dat ik mijn beroep zinvol vind en ontzettend fijn. De volgende. Rob. Ja, en dan mag ik het weer van je overnemen, geloof ik. Ja, ik vind het mooi wat je ook zegt over, probeer te vermijden dat je zegt, ik begrijp je. En dat geldt eigenlijk ook voor, ik snap hoe je je voelt. Hè, dat wordt ook misschien wel snel gezegd, daar zou ik ook mee uitkijken. En ik dacht misschien ook nog aan een aanvulling. Want eigenlijk noemde je het wel, maar het werd er niet zo uitgelicht. Je hebt ook een soort acroniem, een soort ezelsbruggetje. LSD wordt het wel eens genoemd. We luisteren, samenvatten en doorvragen. LSD. Daar komt vaak een goed gesprek op neer. Je hoort iemand aan, je luistert inderdaad. Hè, je gebruikt die twee oren en je vat het samen. En vervolgens gebruik je van die doorvraagvragen, waar Margot er ook een paar van noemde. Kun je een voorbeeld geven? Leg eens uit, wat betekent het voor je? Op die manier ontstaat gewoon een behoorlijk gesprek. En ik pak de draad op ten aanzien van het hoe. En een van de meest belangrijke dingen, die staat nu al in beeld, is de mindset. Margot had het ook al over, hey, je hoofd leegmaken en het palliatieve voeten vegen. Maar ik vind even zo belangrijk voor de mindset, vind ik ook de gedachte dat je kunt proberen te bedenken dat het praten over het levenseinde met cliënten of bewoners absoluut soms moeilijk en complex kan zijn, maar dat het vooral ook belangrijk en zinvol en waardevol is voor de ander, voor jou, voor het hele systeem om een patiënt heen. En misschien verlaagt dat ook de drempel om de stap te zetten en ook te durven stuntelen om het initiatief te nemen om toch wel bepaalde gespreksonderwerpen aan de orde te stellen. Hou maar in je hoofd dat het vooral belangrijk, zinvol en waardevol is. En by the way, kan het ook moeilijk of complex of ingewikkeld zijn. Maar die mindset van dat het vooral belangrijk is, die is best wel cruciaal. Eerder in deze masterclass is ook al iets genoemd over het scenario denken. Dat ging dan vooral over, zeg maar, het if-then beleid. Van als dan dit gebeurt, dan kunnen we dat gaan doen. Maar er is nog ook een andere optie om de scenario's in te brengen. En dat is een beetje afhankelijk van de doelgroep waar u mee werkt. In de praktijk is het misschien een beetje te laat hiervoor, maar het kan voor sommige mensen ook juist een prima hulpmiddel zijn. Is dat je in eigenlijk ieder polycontact of bij ieder contact over een bepaalde behandeling of bij bezoek aan een ziekenhuisafdeling als daar de ontmoeting plaatsvindt. En bij iedere keer als je een gesprek gaat voeren waarbij ook de nabije toekomst aan de orde komt, dat je in feite een soort drieslag telkens maakt. Dan praat je in ieder geval over wat het beste scenario genoemd kan worden. Stel dat er een bepaalde behandeling ingezet wordt, dan hoop je natuurlijk dat die effectief is, dat die zinvol is, dat die aanslaat. En nou goed, dat is het beste scenario dat je allebei natuurlijk voor ogen hebt. Maar daarnaast heb je ook nog het meest waarschijnlijke scenario. En dat is misschien een geringe afwijking van het beste scenario. Maar in het meest waarschijnlijke scenario zit bijvoorbeeld ook van, oké, dat beste scenario wordt misschien wel bereikt, maar ja, er zitten misschien ook nog wel wat bijwerkingen aan vast. Er kunnen ook nog wel wat haken en ogen aangekoppeld worden. En eigenlijk is dat misschien ook wel het meest realistische en daarmee dus ook het meest waarschijnlijke scenario. En je zou vervolgens in hetzelfde gesprek zou je misschien ook dan het derde scenario even ruimte moeten geven, even moeten aanstippen. En dat is het
slechtste scenario. Het scenario waarvan je natuurlijk allebei wil dat het niet de realiteit wordt, maar een scenario dat wel praktijk kan worden. En in het geval van een gestarte behandeling zou je kunnen zeggen van ja, het zou natuurlijk ook in theorie zo kunnen zijn dat een behandeling niet aanslaat. En op het moment dat je dat benoemt, gebeuren er eigenlijk twee dingen. Je geeft eigenlijk ter plekke al aan dat je afhankelijk van de reactie van de patiënt ook open staat om daar vervolgens over door te praten. Maar je laat ook voor de langere termijn zien dat de deur, bij jou althans, altijd open staat om te praten over dat onvermijdelijke waarvan je liever niet wilt dat het actualiteit op korte termijn althans actualiteit gaat worden. Namelijk dat bijvoorbeeld een behandeling niet aanslaat of dat toch het sterven op zeer korte termijn aan de orde is. En als je deze scenario's eigenlijk altijd benoemt, ook in best wel vroegtijdige momenten, dan zul je ook nooit voor het moment komen te staan dat je denkt van, oh kijk, nou moet ik eigenlijk vanuit een soort paniekvoetbalachtige situatie gaan praten over het levenseinde. Want je hebt in de eerdere contacten, heb je altijd al die deur op een kier gezet of heb je die deur om te praten over het levenseinde zelfs al wagenwijd opengezet. Dus dan hoeft het voor niemand meer een verrassing te zijn dat je het gaat hebben over het levenseinde. Dus het zou een hele praktische manier kunnen zijn om met mensen in gesprek te komen over dat levenseinde. Ander onderwerp heeft ook wel een beetje raakvlakken met die vraag die we natuurlijk voor de pauze behandelden, is de vraag naar een bucketlist. Bucketlist als begrip is denk ik bij menig generatie al wel bekend. Voert een beetje terug naar een film uit, wat was het ook weer, ergens 1997 geloof ik, met onder andere Robert De Niro, Morgan Freeman, twee terminale patiënten die elkaar ontmoeten op een ziekenhuisafdeling en vervolgens elkaar uitdagen om nog zoveel mogelijk dingen te beleven die ze echt graag willen meemaken. Dankzij een programma als Over Mijn Lijken is het begrip waarschijnlijk ook wel erg bekend geworden, waarbij er ook wel een beetje het risico bestaat dat bucketlist nog iets te veel geassocieerd wordt met allerlei spectaculaire dingen. En daar gaat het natuurlijk bij zeg maar, onze cliënten, onze patiënten misschien wat minder over. Ook kijk bijvoorbeeld maar naar alle wensen die de ambulancewens vrijwilligers doen. Dan gaat het om nog één keer naar het strand of nog één keer naar het keukenhof of nog een keer naar een geboorteplaats of naar keukenhof. Je kunt zeg maar, die vraag gebruiken om met mensen te praten over ook wat een van de mensen, nou weet ik even zo snel niet meer wie, volgens mij was dat Marjolein, zie ik even terug in mijn aantekeningen. Zo van, welke dingen wil ik nog doen? Je kunt het onderwerp op die manier aansnijden en je kunt tegelijkertijd ook, heel belangrijk, kijken van nou ja, hoe realistisch is het nog om die wensen te willen vervullen? En als die wensen nog wel realistisch zijn om te vervullen, kan ik daar als zorgprofessional ook nog een rol in spelen. Al dan niet als intermediair of als actieve partij. Zodat die wensen ook nog gerealiseerd gaan worden. Dus vragen naar die bucketlist. Vragen naar wat staat er nog op die lijst. Zijn er nog dingen of ervaringen die je wilt opdoen in de laatste levensfase. Dat kun je gebruiken als een maniertje om in gesprek te gaan over het levenseinde. Een praktische methodiek die ook goed kan helpen, is dat je niet zozeer vraagt naar een actualiteit, dus niet een vraag richt op de situatie waar mensen zich op dat moment in begeven, maar dat je een vraag stelt die begint met wat als of stel dat. Op die manier nodig je in feite iemand uit om aan een bepaalde toekomst te denken, een toekomst die er dus op dat moment nog niet is, maar die wel realiteit kan worden. Stel dat het gaat om iemand waarvan je weet, hij of zij verblijft thuis, heeft weinig mantelzorg en het zou in theorie zo kunnen zijn dat er een situatie denkbaar is waarin er gesproken moet worden over een eventuele verhuizing naar een hospice. Dat je dan een vraag stelt als, nou ja, wat als we in een situatie komen waarin blijkt dat de mantelzorg niet meer voldoende beschikbaar is. En we komen voor een moment te staan dat er misschien wel gesproken moet worden over al dan niet naar een hospice. Stel dat die situatie ontstaat, hoe denkt u er dan over? En het mooie van zo'n vraag is natuurlijk dat die heel vroeg in een bepaald stadium gesteld wordt, maar dat je daarmee ook in feite de patiënt of cliënt uitnodigt om
over een hypothetische situatie te denken. Dus niet over een situatie waarover mensen misschien meteen in paniek schieten. Een situatie die ook meteen gepaard gaat met heftige emoties, waardoor mensen labiel worden en daardoor ook niet zo goed meer kunnen nadenken. Maar ze worden uitgenodigd om in feite naar een soort veilige zone te gaan. Een situatie die op dit moment nog niet echt aan de orde is, maar hooguit in de toekomst, in theorie althans, kan voorkomen. Als je dat doet, dan is het misschien voor de andere persoon ook wat makkelijker om over het levenseinde te praten of over een aspect van al die levenseinde gespreksonderwerpen die aan de orde kunnen zijn, dan wanneer je heel rechtstreeks vraagt naar een actuele situatie. En last but not least, een methode die ik ook nog even wil noemen in dit rijtje, is de via de band methode, die we zo hebben genoemd. Ook een beetje passend bij die biljartballen daar links van op het scherm. Een manier die we hebben genoemd naar zeg maar een niet zozeer rechtstreekse vraag naar de beleving van de persoon in kwestie over de eigen situatie, maar dat je bijvoorbeeld een situatie inbrengt van een bekende Nederlander. Een bekende Nederlander die bijvoorbeeld wel eens iets heeft gezegd over een situatie waarin hij op dat moment in zijn leven tegenkomt. En het kan iets zijn wat je van de televisie hebt gehoord of iets dat je hebt gelezen in Weekend Story, Privé Party of op televisie hebt gezien bij Hart van Nederland of via een tweet of via Facebook of zoiets bent tegengekomen. En je hoort bijvoorbeeld die en die persoon heeft een moeder met dementie. Vraagt zich af hoe ze toch afscheid moet nemen nu ze steeds slechter wordt. En dat je dan zo'n situatie inbrengt en dat je dan zo'n casus rondom een bekende Nederlander in feite gebruikt als een soort kapstok. Zo van, goh, ik heb laatst dit en dit gehoord, de situatie is dus en zo. Heeft u wel eens nagedacht over hoe u afscheid wil nemen? Dus dan gebruik je eigenlijk de historie van een bekende Nederlander, die gebruik je om iemand aan het denken te zetten over een onderwerp dat eigenlijk ook voor hem of haar speelt. Maar je gebruikt dus de via de band methode. Je brengt een casus van iemand anders in om iemand aan het woord te laten over de eigen gedachten. Je kunt ook de via de band methode interpreteren op een iets andere manier. Dat je bijvoorbeeld de vraag stelt van hoe denkt jouw partner over jouw ziekte? Of stelt dat er sprake is van verschillende kinderen en je weet dat een van die kinderen best behoorlijk bovenop zit. Op de mantelzorg of juist heel erg op wat moet er gebeuren qua behandeling. Dat je die persoon inbrengt en zegt van, hoe denkt kind X of Y over wat je nu moet doen? En zo breng je dus iets van buiten binnen de context die er tussen jou en de ander speelt. En zo nodig je die ander dus uit om te vertellen over wat hij of zij daarover denkt. Dat kun je gebruiken als methodiek om gesprekken over het levenseinde te vergemakkelijken. Rob, wat jij verder gaat. Ja. Het is wel heel erg leuk om op te merken dat op de achtergrond, terwijl jij en Margot aan het praten waren, kwam een hele hoop los. Ook van, ja, hoe doe je dat dan? Een hele hoop mooie opmerkingen zijn gemaakt in de chat. Ik kan nog even één ding benoemen en één ding de uitlichting, als je het goed vindt, Rob. Leonie Vogels maakte een mooie opmerking over een project in Noord-Holland, waarin de verpleegkundige met 80-plussers in een zorg- of verpleeghuis in gesprek ging over behandelwensen. En voor iedereen is daar meer info over te vinden bij het palliatief netwerk Noord-Holland-Noord, voor degene die het graag willen. Dat is denk ik goed om even te benoemen. En ik wou Stefanie even vragen om nog wat te zeggen over het behandelpaspoort. Misschien, Rob, kun jij daar even taal van gedachten wisselen. Ik ken het behandelpaspoort, ken ik. Het is een mooi initiatief van Esther Bertolet, specialist autogeneeskunde uit Nijmegen, zeg ik uit mijn hoofd, maar misschien is het een dorpje daar in de buurt. Ja. En volgens mij op behandelpaspoort.nl staat in ieder geval zeg maar, het klassieke behandelpaspoort. Het is een klein boekje, het formaat van het ouderwetse paspoort, waarin mensen
vrij exact kunnen omschrijven hoe zij over allerlei medische onderwerpen denken. En uit mijn hoofd gezegd is het inmiddels ook al vertaald in een stuk of 4, 5, 6 verschillende talen, waarmee het dus ook, behalve een praktisch instrument, ook een heel mooi communicatiehulpmiddel is om met bijvoorbeeld migranten of om met andere niet-westerse doelgroepen in gesprek te gaan over de laatste levensfase. Dus Stefanie, als je daar nog wat meer over wilt zeggen dan dit, dan neem het woord, zou ik zeggen. Als je denkt van, nou ja, dit is eigenlijk wel voldoende, plus ook nogmaals de link, behandelpaspoort.nl, dan mag je er verder uiteraard ook het zwijgen te doen. Nee hoor, het is goed zo, Rob. Mooi aangevuld, dankjewel. Oké, ja, ik weet dat het ook volgens mij in een oplage van pak een beetje 50.000 al besteld is door VWS en ook ruim ter beschikking is gesteld van allerlei zorgorganisaties. Dus doe er je voordeel mee en gebruik het niet alleen maar als iets zeg maar, om over de schutting te gooien. Zo van, nou, vul het in en dan hebben we dat weer gehad. Maar gebruik het ook juist als hulpmiddel om het gesprek aan te gaan over in feite ook de redenen die er achter de keuzes zitten die in zo'n behandelwensenboekje zijn opgeschreven. Los van dat behandelpaspoort zou ik ook nog de toevoeging kunnen zeggen dat er ook heel veel wensenboekjes bestaan. En zo net kwam het mooie project uit het netwerk Noord-Holland al voorbij van Leonie. Ik weet ook van het netwerk Palliatieve Zorg in Twente dat hij een mooi wensenboekje heeft gemaakt, ook als PDF gratis te downloaden. Netwerk Twente heeft het volgens mij sindsdien ook al weten te verspreiden in het hele verspreidingsgebied van het consortium Ligare. En dat is uit mijn hoofd gezegd eigenlijk alle 3 noordelijke provincies, dus Groningen, Friesland en Drenthe. En ook Overijssel en misschien ook wel een deel van Gelderland. En ook mogelijkwijs ondertussen wel meerdere delen van Nederland. Dus wat dat betreft zijn er best veel tools al beschikbaar waarin behandelwensen opgeschreven kunnen worden. Goed dat het even benoemd wordt hier. Dankjewel Bas. Als er nog meer dingen zijn, Bas, ook uit de chat, die nu ingebracht kunnen worden. Ik hou me graag aanbevolen hoor. Volgens mij kunnen we door. We hebben nog een minuut of 15 voor het digitale café. Oké. Dat gaan we wel redden. Even kijken. Ik zou nog één methodiekje benoemen. Dat heet aan de ene kant de 6 gouden vragen. Straks aan de andere kant verwijs ik naar dit boek van Atulke Wander. Misschien hebben sommige kijkers dit boek ook al gelezen. Al dan niet in het Nederlands. Want hij is uiteraard ook in het Nederlands verkrijgbaar. Atulke Wander is een bekende chirurg uit Amerika. Die een jaar of 5 geleden het boekje Being Mortal heeft geschreven. En daarin heeft hij ook een aantal voorbeeldvragen genoemd. En tegelijkertijd had ik vanuit Bureau Morbidé in dit boekje over levenseindige gesprekken ook de 6 gouden vragen benoemd. En ik loop ze nu even allemaal langs. Wij hadden dus 6 gouden vragen. Atulke Wander had er volgens mij 5. Dus jullie krijgen nu 11 vragen. Waarvan jullie misschien in bepaalde situaties in de praktijk kunnen denken van, nou, die zijn goed om toe te passen. Dus je hoeft ze ook niet nu voortdurend zeg maar in je hoofd te hebben. Maar af en toe kan het heel nuttig zijn om ze te memoriseren. En in gesprekken met patiënten daar waar het van toepassing is, om die er toch af en toe in te gooien. Ik ga even de 6 gouden vragen uit het boekje van de levenseindige gesprekken langs. Als er niet veel tijd meer is, wat is dan belangrijk voor jou? Lotte verwees ook al in feite naar die vraag. Wat is er nu belangrijk voor je? En met name die toevoeging van nu of op dit moment is misschien ook wel cruciaal om nog te benoemen. Als ik voor jou wil zorgen, wat moet ik dan absoluut over jou weten? Die vraag nodigt heel erg uit om aan een cliënt of patiënt om iets uit zijn levenservaring, iets uit zijn of haar levensgeschiedenis te vertellen. Wat cruciaal is voor het leren kennen van de ander. Je zou ook een vraag kunnen stellen als, stel er wordt een film gemaakt over jouw leven, wat moet er dan absoluut in? Dat vind ik ook een mooie vraag, die ook erg uitnodigt om het belangrijkste te benoemen wat voor die persoon in kwestie over het leven van die persoon te zeggen is. Welke angsten heb je als je naar de
toekomst kijkt, maar ook de spiegelvariant van die vraag. Waar hoop je nog op als je naar de toekomst kijkt? Wat helpt jou als je een moeilijke medische beslissing kunt nemen of moet nemen? Ja, we hebben natuurlijk nog steeds te maken met generaties die bijna standaard misschien dan zeggen van, nou ja, wat de dokter zegt, dat is heilig. Want ja, hij of zij heeft ervoor gestudeerd. Bovendien huur ik hem eigenlijk een beetje in voor zijn wijsheid. Dus nou ja, wat hij zegt, dat is voor mij de gouden wet. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die zelf Google raadplegen of die iemand in de omgeving hebben ingeschakeld om internet helemaal plat te surfen of die heel erg afgaan op hun eigen intuïtie. Het kan heel goed zijn om die vragen te stellen en te horen wat voor hulpbronnen mensen aanboren om tot een moeilijke medische beslissing te komen. En last but not least, wie of wat heb jij nodig om het leven waardevol te laten zijn en hoe kan ik of een ander daarbij helpen? Al deze vragen trouwens staan ook in het toetjesdocument dat jullie aan het eind meekrijgen. Leer deze vragen uit je hoofd. Heb ze paraat, is de toevoeging die voor deze 6 schoudervragen geldt. Maar ook net zo goed voor deze 5 vragen van Atul Gawande. Er zit wel overlap in tussen zijn 5 vragen en de 6 schoudervragen uit het boekje. What is your understanding of where you are and your end of your illness? Dus wat snap je eigenlijk van de situatie waarin je verkeert? Hoe positioneer je jouw ziekte in jouw levenslijn? Daartoe nodig deze vraag nadrukkelijk uit. Your fears of worries for the future. Deel ze met je arts. Net zoals your goals and priorities. Wat is voor jou nog belangrijk? Welke doelen heb je nog voor de tijd die rest? What outcomes are unacceptable to you? And what are you willing to sacrifice and not? Ik moet bij deze vraag moet ik altijd denken aan een ervaring die ik ooit heb opgedaan in een hospice. Iemand die werd gewoon zo suf van pijnbestrijding, terwijl die tegelijkertijd op dat moment ook nog heel graag piano wilde spelen. En hij zei op een gegeven moment van, nou ja, geef mij die pijn maar weer terug. Want ik wil, zolang het kan, wil ik nog piano kunnen blijven spelen. En een vraag die Atul Gawande ook heeft geopperd. What would a good day look like? Wat maakt een dag echt goed in de ogen van de cliënt of de bewoner? Dat is absoluut geen medische vraag. En dat vind ik er juist ook zo goed aan. Het nodigt heel erg uit om te laten zien met welk mens je achter de patiënt te maken hebt. En dat is cruciaal in palliatieve zorgverlening. Ik zei al in de inleiding dat we ook iets zouden gaan zeggen over het dilemma dat veelvuldig kan ontstaan. Namelijk, er bestaat een verschil in behoefte tussen het praten over het levenseinde. De een heeft misschien wat meer behoefte of kan ook misschien wat makkelijker praten over het levenseinde dan de ander. En wat voor oplossingsrichtingen zou je dan nog kunnen gebruiken om daar toch nog een verandering in aan te brengen? En daarbij moet ik altijd wel, vind ik althans, op voorhand zeggen dat je moet uitkijken dat je niet denkt dat je rol daar nou zo ontzettend groot in is. Dus de oplossingsrichtingen die ik nu wil langsgaan, die wil ik ook graag op voorhand gaan relativeren. Ook omdat je natuurlijk vooral, je zit vaak al aan het eind van iemands leven. Er is al een heel leven aan vooraf gegaan. Je hebt te maken met een bepaalde gezinscultuur of een bepaalde familiecultuur. Een cultuur waarin ook een bepaalde vorm van communiceren met elkaar is ontstaan. En dat kan ook zijn weerslag hebben op hoe er wel of niet over het levenseinde of over de nabije toekomst wordt gesproken. Dus het kan best zijn dat je daar helemaal niks meer hebt in te brengen. Dus met die relativering ga ik de lijstjes langs. Kijk, er kan natuurlijk een verschil in behoefte of een wens om te praten bestaan tussen wat een arts of een zorgprofessional raadzaam vindt en wat een patiënt kan brengen. Maar er kan ook een verschil in wens of behoefte bestaan tussen een patiënt en de partner. Dus zeg maar binnen het systeem. En als ik even naar punt 1 kijk, naar een aantal oplossingsrichtingen, is dat ik heel voorzichtig wil benoemen dat een zorgprofessional bijvoorbeeld kan inbrengen bij de persoon die niks meer wil zeggen, die nergens over wil praten, dat die heel voorzichtigjes kan proberen die persoon te wijzen op een zekere verantwoordelijkheid die hij of zij heeft binnen de relatie die hij in de voorafgaande
15, 20, 30, 40, 50 jaar heeft gehad. Kijk, ik zeg wel eens heel gekscherend, dan geef ik als voorbeeld aan. Maar kijk, hoe mensen onderling, ik stel me voor dat een zeg maar man en vrouw, of in ieder geval een stel is geweest. Als die met elkaar gingen praten over, waar gaan we naartoe met de zomervakantie? Of waar gaan we naartoe met de kerstdagen? Of wat gaan we eten rondom de kerstdagen? Of er moet een nieuwe bank in huis komen, welke zullen we eens gaan kiezen? Er zijn zo vaak keuzemomenten of gespreksonderwerpen geweest waarbij het er vaak wel toe deed wat de een vond en wat de ander vindt. En zo zou je ook kunnen kijken naar belangrijke dingen rondom het levenseinde. Rondom afscheid nemen bijvoorbeeld. Of rondom het wel of niet überhaupt praten over zaken die met het levenseinde te maken hebben. Zaken als de uitvaart, die bijvoorbeeld ook al door een paar mensen genoemd is. Je zou mensen kunnen zeggen van, ja, weet je, je kunt de deur niet dichtgooien. En je kunt niet zeggen, hier wil ik niet over praten. Dat past niet bij de verantwoordelijkheid die je hebt ten opzichte van de partner. Het is wel erg afhankelijk van de relatie die je hebt tot de persoon in kwestie, of je het wel of niet kunt zeggen. Dus kijk ook uit dat je niet een ontzettende hoop heisa en ruzie hiermee losmaakt. Maar ik geef het als mogelijke oplossingsrichting, geef ik het graag aan. Je kunt ook zeg maar een beetje de chantagekaart spelen, zeg ik maar eventjes heel direct van, ja oké, ik snap heel goed dat je het moeilijk vindt om over je toekomst te praten. Het is ook allemaal niet makkelijk. Maar weet je, doe het dan voor haar. Of doe het dan voor hem. Leg de verantwoordelijkheid in feite buiten die persoon zelf. En probeer die chantagekaart te spelen. Ook daarbij geldt, doe het alleen als je denkt dat het kan. Hier spreekt ook wel dat vingerspitsengevoel natuurlijk een grote rol, wat Margot heeft genoemd. Kijk uit bij wie je het doet. Zet je relatie niet op het spel, je behandelrelatie of de contacten die je hebt. Maar het is mogelijkwijs af en toe een oplossingsrichting. Wat je ook kunt doen, zeker als het gaat om mensen waarvan je denkt, ja, die vinden het echt wel moeilijk. Misschien zouden ze wel willen, maar het is toch een precair gebied, is dat je op voorhand al aangeeft van, ja, weet je, het hoeft niet lang te duren. Laten we het gewoon een minuut geef me even 5 minuten van je tijd. Ik wil ergens over praten. Ik vind het heel belangrijk. Ik denk ook dat je partner het heel belangrijk vindt. Laten we het 5 minuten doen. Sterker nog, kijk, hier is mijn stopwatch. Of hier is mijn telefoon of mijn horloge, wat dan ook. Het is nu 10 minuten over 10. Om 10:15 is het voorbij. Dan houden we weer op. Geef me even 5 minuutjes. Als je het op die manier brengt, dan kan het best zijn dat iemand toch geneigd is om wel ergens over te willen praten, omdat hij misschien wel in zijn hoofd had dat praten over de toekomst, praten over het levenseinde, iets was waar hij vervolgens wel een half uur of een uur of misschien nog wel langer aan vast zat. Dus begrensde tijd is ook een optie. En de laatste die ik ook wil noemen bij dit punt 1 is: maak van de weigering om over het levenseinde te praten, maak daarvan het onderwerp. Dus exploreer waarom iemand niet wil praten. En toon begrip, zonder expliciet natuurlijk te zeggen, ik begrijp hoe je voelt en ik snap wat je bedoelt en dat soort dingen. Want dat gaat misschien niet zo. Maar probeer iemand aan het woord te brengen over die weigering. Het kan best zijn, want dat maak ik in de praktijk ook nog wel eens mee, dat mensen nog tussen haakjes gebukt gaan onder zoiets als het magische denken. Van ja, op het moment dat ik over de dood begin te praten, haal ik de dood naar me toe. Wij weten allemaal misschien wel in feitelijke zin dat het niet zo is. En net zoals als je over seks praat, daar word je ook niet zwanger van. Dus als je over de dood praat, daar haal je de dood ook, het sterven haal je daar ook niet mee naar je toe. Maar het kan wel een gedachte zijn die blokkerend werkt. Dus als je juist van die weigering het gespreksonderwerp maakt, kan het best zijn dat je dat soort zaken boven tafel haalt. Of iemand zegt dan bijvoorbeeld van, ja, ik kan er niet over beginnen, want dan moet ik huilen en dat wil ik niet. Dan kun je daarover praten, van wat is daar dan zo erg aan? Ten aanzien van verschillende behoeftes tussen patiënt en partner, kan ik nog zeggen, ook weer die wijze op de verantwoordelijkheid, die ik net al aanstipte. Spiegelen zou je ook kunnen toepassen. Dus dat je de rollen probeert om te draaien, degene die ongeneeslijk ziek is. Daarvan maak je dan bijvoorbeeld de persoon die zegt van, ik wil heel graag nog ergens over praten. En dat je dan die persoon uitnodigt om na te denken over de vraag, stel dat jij degene bent die nog ergens over wil praten, maar jij krijgt te horen,
ga ik niet doen. Hoe voelt dat dan voor jou? Wat zou jij daarvan vinden? Sorry, ik kwam er even niet uit. Dus op die manier kun je misschien ook iemand op andere gedachten brengen. Voor het geval dat het nog niet gebeurd is. Hier haal ik ook even de wensenboekjes van Sonet aan. Of misschien kan ook zelfs dat behandelpaspoort wel weer genoemd worden. Want soms is praten ook gewoon heel moeilijk. Niet iedereen is in de praatcultuur opgegroeid. En praten is misschien af en toe ook wel iets wat heel erg overschat wordt. Soms kan het gewoon ook door iets op een briefje te schrijven. En wat ik net ook al aangaf, soms hoeven de gesprekken ook niet heel erg lang te duren. En soms kan ook alleen maar een paar woorden. Soms is dat al genoeg. Dus als mensen niet kunnen of niet willen praten, misschien kun je toch een opening forceren om mensen uit te nodigen iets op te schrijven. En je zou zelfs nog een beetje de durf al kunnen uithangen. Oké, misschien als je iets hebt opgeschreven, geef me de ruimte om daar misschien toch nog een keer op terug te komen. Dat zou dus ook nog kunnen. Nou, begrensde tijd noemde ik net ook al in de context van oplossingsrichtingen bij situatie 1. En je kunt ook nog er een experiment van maken. Dat je in feite iemand uitnodigt. Weet je wat, laten we gewoon er een experiment van proberen te maken. In de zin van, ik stel 3 vragen en dat is het dan voor mij. Meer niet. Dat je een spelvorm ervan maakt is misschien net weer iets te overdreven. Maar dat je wel een andere context probeert te pakken dan wat je tot dusver hebt gebruikt. We gaan denk ik nou weer over naar jou, Mago, als ik me niet vergis. Kom in beweging. Ja, kom in beweging. Jullie hebben een heel aantal tips gekregen om het praten over het levenseinde misschien een beetje soepeler te kunnen laten verlopen. En wij hopen natuurlijk dat jullie morgen met onze tips aan de slag gaan. Om zo ook te oefenen en steeds meer vaardigheden in je rugzak te krijgen. Want dat oefenen en leren, dat is echt wel wat helpt. Ik zei al van, ik ben bijna 30 jaar dokter. Zoals ik nu over dat levenseinde kon praten, dat kon ik 30 jaar geleden echt niet. En het is dus echt een leerschool van 30 jaar geweest. En gun jezelf ook die ruimte en die tijd. En ik merk aan mezelf dat ik nog steeds leer. Dat noemen ze dan levenslang leren. Ik denk dat actief leren het meeste effect heeft. Dus ik wil eigenlijk de volgende vraag aan jullie stellen. Om daar nu over na te denken van wat kun jij morgen doen om soepeler te praten over het levenseinde. En ik wil jullie op dit moment vragen om daar gewoon even voor jezelf over na te denken. En als je een antwoord hebt op die vraag, maak dan de afspraak met jezelf om dat morgen daadwerkelijk te gaan doen. Als je jezelf al wat meer vertrouwd voelt om over dat levenseinde te praten, dan kun je jezelf de volgende vraag stellen. Van wat kun jij doen om anderen te inspireren tot praten over het levenseinde? Ik denk namelijk, als wij dat nou met elkaar doen, als we ook anderen gaan inspireren, dat we dan samen de maatschappij een klein beetje meer in beweging kunnen brengen. Een maatschappij waar dat praten over die dood nog lang niet zo gewoon is. En om jullie nou te inspireren, wil ik jullie een paar voorbeelden laten zien van wat ik heb gedaan, hoe ik heb geprobeerd om anderen te inspireren en in beweging te krijgen. En het is helemaal niet de bedoeling dat jullie dat ook allemaal gaan doen, maar het is meer als een soort opwarmer van god, dit zou kunnen. En ik zou het wel mooi vinden als jullie daar je eigen weg in vinden. Margot, zou je dat kort kunnen houden, zodat we ook ruimte houden voor het café? Het is 9:10, dus ik zou er eigenlijk zo naartoe willen overgaan. Lukt dat, denk je? Ja, dat gaat namelijk heel snel. Ja. Helemaal goed, mooi. Ja. Rob, de volgende. Je kunt een heel eenvoudig tweetje de ruimte insturen. Dit was iets van een aantal jaar geleden. Ik was in gesprek met een man van 86... En ik vroeg aan hem van, hoe ziet u de toekomst? Wat is dan voor u belangrijk? Als je dat op Twitter hoort, dan komt daar best heel veel reactie op. En dat zet mensen aan tot denken. De volgende.
Je kunt ook andere social media gebruiken. Je kunt daar een keer een post op zetten. Je kunt af en toe een keer een blog schrijven en die delen om mensen in beweging te krijgen. De volgende. En je kunt ook op andere manieren stukjes schrijven. Je kunt bijvoorbeeld een stukje in de krant schrijven. Of je belt Rob op. Rob is hoofdredacteur van Podium. En je zegt van, goh Rob, ik wil een stukje in jouw tijdschrift. Of je zoekt andere wegen waar je stukjes kunt plaatsen. En ik merk dat als je dat een paar keer doet, dat je dan ook wel door anderen gevonden wordt om te schrijven. En nou, op zo'n manier kun je toch ook een klein stukje daar beweging in krijgen. De volgende. En je kunt dus gewoon een spel op een strand doen met je vrienden of met je vriendinnen. En dat kun je bij Bureau Morbidé op hun website staan. Allerlei gesprekshulpmiddelen, van kaartspelletjes tot ontzettend leuke bierveeltjes, die ook aanleiding kunnen geven tot een gesprek. De volgende. Ja, mag jij weer, Bas. Ja, dankjewel Margot. Wat mooi om te zien hoe jij dat doet, ook via sociale media en de tips die je aandraagt. Ja, er zit er nog één slide achter. En dat is eigenlijk het toetje voor thuis. We begonnen mooi met de amuse van Lotte als voorafje. Hoe zit het nou, die introductie in de palliatieve zorg? Nou, nu ronden we af met eigenlijk misschien een morbide vraag. Maar wat komt er op je eigen grafsteen te staan? Mooie vraag om na te denken over, ja, wat vind jij nou eigenlijk belangrijk aan jezelf in het leven? Mooie vraag om over na te denken. Alternatief misschien bedenken wat er in je rouwadvertentie komt te staan. Het zijn nog wel leuke hersenkrakers voor thuis, deze twee. Jullie zullen ook de presentatie toegestuurd krijgen. Dat gebeurt morgen. Jullie krijgen ook de infographic. Dus alle naslagwerken zullen jullie krijgen. Dat was eigenlijk wat ons betreft voor vanavond. Ik wil heel hartelijk graag onze sprekers bedanken. Rob, Margot en Lotte. Heel hartelijk bedankt aan jullie, zoals jullie deze mooie invulling hebben gegeven aan deze avond. En ons toch een hoop hebben geleerd. Ja, en tot slot wil ik natuurlijk ook onze gasten bedanken die de tijd vrijgemaakt hebben om 2,5 uur hier vanavond bij ons te zijn. En hopelijk veel geleerd hebben ook over praten over het levenseinde. Dus dank jullie wel daarvoor. En ik hoop jullie nog een keer terug te zien bij een ZPVO-nascholing. Dank jullie wel.